Het is 5 na. We kunnen beginnen met onze commissie. We hebben 2 verontschuldigingen, een van Rob Tresson en een van Patrick Huygen. Zijn er nog verontschuldigingen zo? Geen. Oké, dan kunnen we beginnen met de openbare zitting, wanneer de burgemeester klaar is. De eerste is, het eerste puntje is voor Jonas de Wispelaar, aanpassing subsidiereglement, burgerbudget. Jonas, het is aan Joen. Ja, goedenavond iedereen. Het burgerbudget dat we een eerste keer hebben goedgekeurd in 2020 en inging van 2021. Er zijn een aantal kleine wijzigingen. De grootste wijziging is eigenlijk dat het tweejaarlijks zou plaatsvinden of zou gelanceerd worden en een bedrag van 70.000 euro te verdelen zou zijn. Waar het nu 35.000 euro per jaar was, zijn die jaren samengenomen. En ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn meegenomen in het reglement om dat meer te laten doorwegen bij de beoordeling van de projecten. Dat zijn de grootste wijzigingen aan het reglement om het terug te laten ingaan in 2023. Zijn er vragen over, collega's? Ja, Eddy. Ja, goedenavond. Schepen, ik heb het niet helemaal doornomen, maar er staat in de toelichting dat de selectiecriteria duidelijker worden gemaakt. Kun je daar een woordje uitleg bij geven van wat is er precies duidelijk gemaakt? Zijn die strenger gemaakt? Er wordt eigenlijk beoordeeld. Enerzijds moet er toegelicht worden wat het belang is van het project, maar ook hoe men het concreet de uitwerking ziet. De eerste editie heeft een aantal dingen geleerd. Een daarvan is ook dat aanvragers of indieners dat toch wel moeite vroeg om het te concretiseren. Uiteindelijk zijn we in de eerste editie ook van 55 ideeën naar 4 uitgewerkte projecten gegaan. En nu wordt dat eigenlijk al van bij de start heel duidelijk gevraagd van een tijdslijn en een manier van hoe je project van A tot Z zal uitgewerkt worden. Want dat blijft nog altijd maximaal de bedoeling om dat door de burger zelf te laten uitwerken. Waarbij dat de diensten eigenlijk aan bod komen op het moment dat er vragen zijn. Maar de uitwerking zelf dient te gebeuren door de burger zelf. Dus het heeft voornamelijk daarmee te maken. En de termijnen en zo blijven allemaal hetzelfde, waarbinnen ze dan bepaalde dingen moeten binnenbrengen en zo? Ja. Dus het volledige traject loopt eigenlijk van januari tot en met september, waarin dat in september de budgetten worden verdeeld. En daartussen is een periode, dat zijn 8 verschillende fases, van indienen van uw idee tot de uitbetaling van de helden. En dan start de periode van 2 jaar waarbinnen het project dient uitgewerkt te worden. Ja. Dank u wel. Nog vragen, collega's? Geen vragen meer, dan kunnen we naar het volgende puntje gaan. Goedkeuring ondertekeningen lokaal energie- en klimaatpact nummer 2 door Josse Verdegem. Josse, het is voor jou. Dank u wel, voorzitter. In de gemeenteraad van augustus van vorig jaar ondertekenden we hier in de gemeenteraad het lokaal- en energie- en klimaatpact vanuit de Vlaamse regering. In de eerste versie, nu komt de Vlaamse regering met een hernieuwing en een aanscherping van een aantal doelstellingen. En dat wordt dan de versie 2.0. Er zijn heel wat gemeenten die de eerste versie hebben ondertekend, samen met ons. En nu gaan we als gemeente ook voorstellen om donderdag de gemeenteraad in te tekenen op de aanscherpingen van vooral werven 2 en werven 3 voor het lokaal energie- en klimaatpact 2.0. Waar zijn vooral dus de tweede werf gaat over de wijkrenovaties, waar dat er dus 25 fossielvrije renovaties gevraagd worden, wat dat een aanscherping is van de vorige versie. En ook het organiseren van een klimaattafel, de bespreking van de wijkgerichte aanpak voor het einde van 2024. Voor de duurzame mobiliteit is de nieuwe doelstelling per 100 inwoners 1,5 laadpunt tegen 2030. Dat komt erop neer voor Evergem dat we tegen 2030 540 laadpunten op ons grondgebied zouden hebben. Dus er zijn nog een aantal algemene engagementen die worden aangescherpt. We zijn als gemeente heel goed bezig op vlak van de CO2-reductie, waar we op dit moment op ongeveer 27,8% zitten
ten opzichte van de nulmetingen 2011. We moeten naar die min 40%, maar nu is dus het voorstel om naar min 55% te gaan tegen 2030. Het is gelukkig zitten we al op de goede weg, maar de ambitie wordt daar nog extra aangescherpt. En het is dus daarvoor dat de Vlaamse regering nu ook extra middelen ter beschikking stelt, en waardoor, als we hierop intekenen, dat we daar ook beroep op kunnen doen. Dus graag uw goedkeuring donderdag in de gemeenteraad. Ja, Paul. Ja, een vraagje in verband met de CO2-reductie. Ik meen me te herinneren dat altijd de uitstoot van de haven daaruit gesloten was. Is dat nog steeds zo of is dat ondertussen gecorrigeerd? Dank u wel, voorzitter. Waar dat eigenlijk op neerkomt, is dat niet-ETS-industrie, dus alles wat dan met groene stroomcertificaten en uitstootcertificaten werkt, wordt er inderdaad uitgelaten. Dus dat gaat over een heel stuk van de industrie die inderdaad actief is in de haven, die daar niet in meegerekend wordt. Dat klopt. Ja, Hadi. Ja, Schepen. Het is wel interessant om te weten welke de stand van zaken is met hetgene dat we de vorige keer getekend hebben. Nu, ik zie in de uiteenzetting hier dat er telkens gezegd wordt in zeer korte bewoordingen hoe ver we staan, maar eigenlijk zitten hier geen cijfers bij, want het engagement dat we gaan of zouden aangaan dan volgende week donderdag, daar zitten een aantal cijfers bij die we zouden moeten halen. Ik heb het maar bijvoorbeeld over laadpunten en dergelijke meer. Maar het is wel eens interessant, wat is de huidige stand van zaken? Rekening houden met hetgene dat we eerst getekend hebben, en anderzijds ook rekening houden met hetgene wat we gaan moeten doen als we dit ondertekenen. En dat is eigenlijk niet terug te vinden, tenzij dat ik bepaalde documenten over het hoofd zie. En daar zou ik eigenlijk wel een keer wat meer cijfers willen over hebben. Ja, dat is een terechte vraag. Die zitten er op dit moment niet in het dossier bij. Ik heb er zelf ook geen overzicht op, dus we zullen zorgen dat ofwel tegen volgende week ofwel later die cijfers bezorgd worden. Christine. Als ik al een knopje duwt, dan weet ik dat het gaat zat. Oké, goed. Ja, Christine. Ja, goedenavond iedereen. Ik ga dat even zo doen. Een vraagje, Schepen, in verband met deze LEKP 2.0. In verband met de... Nee, het zijn twee vraagjes hoor. Eerst en vooral in verband met de renovaties. Is er focus op... ik weet dat er al focus is op een aantal wijken. Is er ook focus op bepaalde woningen die, laten we zeggen, bij mensen die huren bijvoorbeeld? Want dat zijn meestal de laagste inkomens. Niet altijd, maar dat zijn dikwijls de laagste inkomens. En mijn tweede vraag is, zijn er heel veel verschillen tussen de verschillende gemeenten of steden? Want ik zie, bij de toelichting staat er zo'n eigenlijk een vrij... Ja, grote, lange tekst. En die komt globaal nogal overeen met bepaalde andere gemeenten. Waar zit er precies verschil met Evergem? Wat betreft de wijkrenovaties is het inderdaad zo dat we dus, nu de Everparkwijk hebben gehad, volgende keer met Evico met mobiel energiehuis, dat we naar de Kardijnwijk in Sleidingen trekken. Het is inderdaad zo dat het over het algemeen, maar dat is voor heel Vlaanderen zo, echt een uitdaging wordt om die wijkrenovaties ook, daar ook in de huurwoningen te betrekken en daar effectief de eigenaars. Want het is inderdaad zo, we hebben op vlak van de sociale huisvestingmaatschappijen met het 7-puntenplan daar echt wel de focus op gelegd. Maar ook op de private huurmarkt is het toch ook wel belangrijk om daarin te zetten, om die renovaties, omdat je inderdaad, zeker nu met de stijgende energiefacturen, dat je daar wel directe impact merkt op de mensen die werken. Dus dat is inderdaad een werkpunt. En ik deel die mening met u dat we daar inderdaad extra aandacht voor moeten hebben. Maar dat geldt over heel Vlaanderen. En ik hoop dat de Vlaamse regering dat ook meedeelt. Wat dat betreft de doelstellingen. De doelstellingen die zijn voor elke gemeente die intekent dezelfde. Dus dat gaat altijd op basis van een aantal inwoners. Dus het is niet zo dat er gekeken wordt van kijk, u bent een meer stedelijke gemeente, u bent meer een landelijke gemeente. Dus uw doelstellingen zijn anders. Daarom zijn al die doelstellingen die je in verschillende gemeenteraden in Vlaanderen zult terugvinden, dezelfde. Wat dan natuurlijk wel voor de ene gemeente, voor ons is het bijvoorbeeld, zijn we heel goed bezig op vlak van vergroening. Voor andere gemeenten zal dat dan weer moeilijker zijn.
maar de doelstellingen zijn wel gelijk per gemeente. Voor de ene is de ene werf een grotere uitdaging dan voor de andere. Dank u wel. Dus, hoe zou ik het zeggen? Bijvoorbeeld in grote steden, ik heb onder andere de vergelijking een keer bekeken met Antwerpen, omdat daar in september, geloof ik, is dat daar goedgekeurd. En ik zou zeggen, ja, laten we zeggen, bijna 3/4 van de tekst was precies bijna gelijk. Natuurlijk komt dat uit de nota ook, die overgenomen wordt natuurlijk. Maar ja, ik hoop dat we geraken natuurlijk. Want uiteindelijk, we zijn nu bijna 2023 en dat is 7 jaar. Ik weet, het lijkt lang, maar de jaren gaan vlug. Dus we hopen op het beste. Dank u wel. Dank u wel. Nee, akkoord, want het grootste deel van de tekst die hier in de toelichting staat, is rechtstreeks overgenomen uit het document dat vanuit de Vlaamse administratie komt. En, ja, ik kan me voorstellen dat dat in andere gemeenten ook zo is. Ja, Paul. Ja, nog een bijkomend vraagje. Kan ik mij met de goedkeuring hier mij inbeelden dat de focus nu gelegd wordt op die zaken vooral en dat de acties die vroeger in het adaptatieplan en het mitigatieplan, dat die dan eigenlijk een beetje achteruitgeschoven worden? Of zijn die nog altijd even hoog op de agenda? En wel, kunnen we daar ook, niet donderdag, maar kunnen we daar ook soms een keer een update van krijgen van wat daar de stand van zaken is? We zullen zeker navragen met de dienst om daar een stand van zaken te geven. En het is natuurlijk, met energie en klimaat altijd hetzelfde verhaal, het is en. Er is geen wondermiddel. Er is geen of, dus het gaat allemaal hand in hand. Ik denk dat ook heel veel van de doelstellingen die in het lokale energie- en klimaatpact staan, dat die eigenlijk hand in hand gaat met de zaken die in het klimaatadaptatie- en mitigatieplan staan. Dus het is geen of-of verhaal. Staat het, Paul? Nog vragen, collega's? Ja, Sven? Misschien op hoeveel, op welk bedrag zou de gemeente juist recht hebben als ze dit ondertekenen? Het is eigenlijk afhankelijk van hoeveel gemeenten dat er intekenen. Het is zo dat de Vlaamse regering iets meer dan 2 miljoen voorziet. 22,5 miljoen euro bijkomende middelen. Dus het komt er eigenlijk op afwachten hoeveel gemeenten dat er zouden intekenen. Als dat er evenveel zouden zijn als de vorige keer, zou het om en bij de 400.000 euro gaan, als ik mij niet vergis. Ja. Oké, collega's. Dan kunnen we naar het volgende puntje gaan. Goedkeuring engagementsverklaring, werkvernootschap R4 West-Oost gemeenten. Door Lucas van der Meers. Lucas. Ja, collega's, een goedenavond. Even situeren, waar zitten we in het project R4? Zoals jullie weten is het een PPS-project, waarbij dat eigenlijk de opdrachtgever, de werkvernootschap, voor haar concept dat zij zelf heeft uitgewerkt, een eerste omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Omdat het dossier te omvangrijk was IT-matig, heeft ze dat opgesplitst in 6 deelgebieden. Ja. Er is door buurtbewoners in Evergem geprocedeerd tegen 1 van de 6 deelgebieden dat het deelgebied omvatte tussen het kruispunt Elsloo en het kruispunt Langerbrugsestraat. Ja. Ze zijn daar tegen een beroep gegaan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Daar is vrij recent een uitspraak gekomen die alle beroepen heeft verworpen. Dus er is een uitvoerbare vergunning. Belet niet dat het consortium dat de werken zal uitvoeren en dat nu in de finale fase zit tot sluiting van de opdracht, een aantal technische optimalisaties heeft gedaan aan het concept van de opdrachtgever zijnde de werkvernootschap en daar een nieuwe omgevingsvergunning voor recent heeft ingediend voor, ik denk, 5 van de 6 deelgebieden, waaronder ook dit deelgebied. Ja. Bij de eerste procedure heeft de gemeente Evergem getracht een bemiddelende rol te spelen tussen het buurtcomité, dat zich verenigd heeft onder een bepaalde vorm, en de werkvernootschap. En daar zijn eigenlijk een vorm van afsprakenkader rondgekomen. Natuurlijk, door een uitspraak van de Raad van State is dat doorkruist. Belet niet dat het gemeentebestuur voor zichzelf ook heeft gezegd van ja, wij vinden dat die bezorgdheden die leven bij onze inwoners, dat die meer dan terecht zijn. En wij willen daar eigenlijk zelf ook wel afspraken over maken met de werkvernootschap om eigenlijk een aantal flankerende maatregelen te kunnen nemen naar verkeersleefbaarheid, luchtkwaliteit, geluid.
Vandaar dat we eigenlijk gewoon die onderhandelingen hebben verder gezet. Belet niet dat dan wel de contractanten de gemeente Everhem zijn en de werkvernootschap. Dat is misschien een keer nuttig. Het is wel een belangrijk document dat we een keer doorgaan. Ik ga nu niet volledig in detail gaan, maar ik ga er toch wel bij ieder hoofdstuk even stilstaan. Dus uit de milieueffectenrapportage voor de omvorming van de R4 kwam eigenlijk dat de leefbaarheid, de verkeersleefbaarheid in de Langerbrugse straat toch wel onder druk kwam te staan. Een van de maatregelen om dat te remediëren is eigenlijk de vaststelling dat het grootste deel van de Langerbrugse straat vandaag bestaat uit betonplaten. Ja, betonplaten, dat heeft zijn voordelen, maar dat heeft ook het nadeel als die bijna einde levensduur zijn, dat het verschil dat die platen leven, dat dat eigenlijk een heel rollend geluid geeft. Zo'n te-duk gevoel van auto's en zeker camions. Vandaar dat de werkvernootschap zegt van kijk, voor de start der werken, die eigenlijk voorzien is op dit moment kwartaal 1 2024, zullen wij, dat noemt SMAD-laag, dat is een type asfalt dat zeer geluidsdempender zou werken dan gewone asfalt. Zij gaan eigenlijk op hun kosten vanaf het plateau met de Dotterbloemstraat tot aan de R4 een laag asfalt leggen bovenop de bestaande betonlaag. Het engagement dat de gemeente Everhem dan neemt, is dat deze bestuursplug de voorbereidingen start voor een structureel project in de Langerbrugse straat. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat staat niet zo specifiek. Maar eigenlijk ligt daar momenteel aan één zijde een dubbel richtingsfietspad, dat eigenlijk te smal is om een dubbel richtingsfietspad te noemen. Op termijn zal daar, volgens het Vademecum fietsvoorziening, aan beide zijden een fietspad moeten komen. De grootste kost zal uiteraard weggelegd zijn voor het vernieuwen van de riolering. Spreken we toch wel over een vrij omvangrijk project dat de nodige doorlooptijd zal kennen. Nu, de aanleg van die asfaltlaag bovenop de betonlaag koopt ons tijd, koopt ons een 5 à 6 jaar om dat project voor te bereiden. Wat staat er ook in dat contract? Van kijk, wij gaan dit opstarten. Het is wel aan de volgende bestuursploeg om daar middelen voor uitvoering voor te voorzien. Maar stel dat de deadline van de levensduur van deze asfalt niet gehaald wordt en dat die dus binnen 5 jaar versleten is, ja, dan engageert het gemeentebestuur zich eigenlijk om een nieuwe laag te leggen, zodat eigenlijk de prestatienormen naar geluid behouden blijven. Zodat eigenlijk niet terugkeert naar de huidige situatie dat je daar rollend geluid hebt. Dus het is ofwel binnen een 5 à 6 jaar een riolerings- en wegenisproject, ofwel een asfaltlaag, een nieuwe asfaltlaag, en die gaat dan wel te lasten van het gemeentebestuur vallen om die tijd te kopen om dat structureel project voor te bereiden. Dat is eigenlijk punt 1. Ik sta voor dat ik eerst stapsgewijs erdoor ga, dan er dan vragen komen. Het tweede is eigenlijk de werkvernootschap die zich engageert om gedurende de looptijd van de werken het geluid op en rond de werken te monitoren conform de Vlarem-wetgeving. Naar verkeer, dat gaat ook dan tijdens de werken, engageert de werkvernootschap zich ook om monitoring te doen om te vermijden dat er op bepaalde wegen sluipverkeer zou moeten ontstaan. En als dat zo het geval zou zijn, zal daar een actieplan worden opgesteld om dat sluipverkeer te beperken. Ik kom daar later nog op terug. Er gaat ook een monitoring zijn rond luchtkwaliteit in de zogenaamde straten waar er risico is om een soort van street canyon effect te bekomen. En hier wordt in zonderheid opnieuw verwezen naar de Langerbrugse straat. Indien de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden, opnieuw zal hier moeten ingegrepen worden. Dan gaan we naar een belangrijker artikel, namelijk de gemeente. Ik heb daarnet ook uitgelegd over dat klikkagesysteem van ofwel gaat de volgende bestuursploeg, en dat zal dan waarschijnlijk voor het einde van die volgende bestuursperiode zijn, een structureel project opstarten. Het zij overgaan tot de vervanging van die laag die dan aan vernieuwing toe zal zijn. Misschien het belangrijkste en het meest concrete luik zal eigenlijk zijn dat het gemeentebestuur, en daar zijn wij momenteel al min of meer mee gestart, wij zullen een mobiliteitsstudie opstarten om te kijken van die omvorming van de R4, dus die keuzes naar die kruispunten, en dan vooral de kritiek op het feit dat Elslo geen uitwisseling heeft met de R4, maar de Langerbrugse straat wel. Welke effecten geeft dat voor de dorpskern van Everhem? En dan bedoelen we dat eigenlijk vrij breed, in een brede zin, Everhem Centrum. Dat zal leiden tot een tellingen op een groot aantal plaatsen, en dat zal ook leiden tot, in een tweede fase, van
wat zou het geven, moesten we op die en die zone bepaalde maatregelen doen om het verkeer te stimuleren om bepaalde trajecten te voeren. In concreto wil dat zeggen dat volgende zaken op tafel liggen. Dan mag ik even switchen naar een kaart om het iets behapbaarder te maken. Vandaag, in het mobiliteitsplan, is de Koestraat, die u hier ziet, opgenomen als een ontsluitingsweg. Dat wil eigenlijk zeggen dat in ons bestaande mobiliteitsplan van 2014 wordt gezegd Langerbrugsestraat kent ontsluiting op Nervier, Elslo niet. Beste inwoner, als u zich naar het complex van de Langerbrugsestraat wil begeven, kunt u zich via de Koestraat en de Langerbrugsestraat verplaatsen. Uit de milieueffectenrapportage blijkt dat dat een negatief effect zal hebben voor de Koestraat, maar zeker een zwaar negatief effect zal hebben voor de Langerbrugsestraat. In het mobiliteitsplan, een van de onderzoeksvragen, zal zijn hoe gaan we ervoor zorgen dat het verkeer dat we willen naar het complex van de Langerbrugsestraat brengen, zoveel als mogelijk de gewenste weg volgt. En de gewenste weg is eigenlijk niet de Koestraat, want we zouden die schrappen als ontsluitingsweg, maar dat hij deze weg volgt over Elslo, dus gaat er wel nog over kunnen, maar niet op ontsluiting, en dan de parallelweg. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je maatregelen moet nemen om dit traject te stimuleren en alternatieve trajecten te ontmoedigen. Dat is eigenlijk een van de onderzoeksvragen. Ja, dan ga ik even spieken. Opstart, voorbereiding, structureel project Langerbrugsestraat heb ik ook aangegeven. Het vermijden van bijkomend vrachtverkeer in de Langerbrugsestraat ten opzichte van de referentiesituatie. Daar zijn verschillende scenario's voor, gaande van vrachtwagensluizen, tonnagebeperkingen, of ook gewoon metingen waaruit dat blijkt, stel dat je de Koestraat schrapt als verbindingsweg en je neemt daar maatregelen, dat het misschien niet nodig is en dat er ook geen bijkomend vrachtverkeer zal zijn in de Langerbrugsestraat. Dat gaat mobiliteitsstudies moeten uitmaken. Het puntje D is eigenlijk iets dat eigenlijk al beslist beleid is. Van zodra dat de werken in achterstegen worden uitgevoerd, zal er eenrichtingsverkeer worden uitgevoerd. En de voornaamste reden daarbij is dat studies vandaag uitwijzen dat de Vlaamse overheid stokkeert haar filevorming aan het Brico-kruispunt, hoofdzakelijk aan de arm van Zaalzaat richting het kruispunt, omdat dat de enige plaats is blijkbaar om dat veilig te stokkeren. Maar dat zorgt er blijkbaar wel voor dat de wezen van deze wereld verkeer afleiden via de Langerbrugsestraat en achterstegen en dat het blijkbaar zo sneller is om aan dat kruispunt te komen of naar een alternatieve locatie. Door eigenlijk het eenrichtingsverkeer in te voeren, waarbij het verboden is om weg van het centrum achterstegen in te rijden, knipt je definitief die beweging. Dus dat is eigenlijk al iets dat deze legislatuur opnieuw zou worden uitgevoerd. In deze engagementsverklaring, temporeel is eigenlijk opgenomen dat we onszelf een half jaar geven voor die mobiliteitsstudie. En eigenlijk, als de werkvernootschap de timing aanhoudt van kwartaal 1, op zich nog vraagtekens bij, maar dat zal niet kwartaal 1 Sint-Jutemis worden. Dat zal omtrent die periode zijn. Kwartaal in een van de eerste fasen van het project zal Elslo in de referentiesituatie worden gebracht dat u zich over Elslo kan begeven, maar dat er geen uitwisseling meer is. Op dat ogenblik moeten alle flankerende maatregelen voor het vermijden van sluipverkeer uitgevoerd zijn. Dus dat is niet zo heel lang meer. En zoals gezegd, de hoofdmoot zal zijn de bezorgdheid wegnemen dat heel deze ruit eigenlijk geen achteruitgang naar verkeersleefbaarheid kent. Dat gaat de grootste uitdaging zijn. Zorgen dat dit wijken zijn. Woonwijken waar bestemmingsverkeer is en geen doorgangsverkeer. Dat is de grote uitdaging en we hebben daar nog 2 jaar voor. Voilà. Ik weet niet wat daar vragen over zijn. Ja. Flip. Schepen, 2 opmerkingen. 1. Uiteraard kan er niemand tegen zijn dat de Langerbrugse straat een gescheiden stelsel krijgt, enzovoort. En een dubbele fiets. Maar eigenlijk is dat iets dat wij een beetje opgedrongen krijgen door het Vlaams gewest, door de werken die daar gebeuren. En dan denk ik, de Langerbrugse straat heeft nu een riolering, weliswaar geen gescheiden stelsel, en heeft een fietspad. En inderdaad, dat voldoet niet aan de wettelijke normen, dat moet breder zijn. Maar we hebben in Evergem belangrijke straten, omdat er heel veel gefietst wordt, dat er geen riolering is en dat er geen fietspad is. Dus die worden nogmaals voorbij gefietst door een project dat we eigenlijk een klein beetje opgedrongen krijgen. Dat is mijn eerste opmerking. En een tweede,
Wat ik in uw uiteenzetting een beetje merkwaardig vind, dat is dat gezegd, we gaan een mobiliteitsstudie doen, dat gaat een aantal maanden duren, maar tegelijkertijd die geeft eigenlijk al de oplossingen die er gaan uitkomen. Ik vind dat eigenlijk een beetje de verkeerde wereld. Ik vind, als je iemand of een instantie aanstelt om een mobiliteitsstudie te doen, denk ik dat zij eerst op het terrein gaan, onderzoeken, tellingen doen en dat zij dan een aantal oplossingen zullen voorzien. Maar eigenlijk hoor ik hier al de oplossingen die aan het eind van dat rapport moeten staan. Ik vind dat een beetje merkwaardig. Om op uw laatste punt terug te komen, dat eigenlijk al de oplossing aan heeft. Wij hebben al een startoverleg gehad, want het gaat Veneco zijn, dat wij hier om een offerte gevraagd hebben. We hebben eigenlijk afgelopen week de onderzoeksvraag gedefinieerd. Uiteraard gaan er tellingen gebeuren. Ik krijg hier helemaal nog geen oplossingen aan. Maar de startthese om te onderzoeken van dit is het gewenste traject en dit is het niet gewenste traject, daar moet je een aantal startthese's doen. Dus je kunt alles starten bij het feit van wat is het statuut van de Koestraat. Als je bij onderzoeksvragen zegt van dat is niet het wenselijk scenario, dan kunnen er ook geen onderzoeken rondvoeren. Dus vandaar dat eigenlijk op vraag van de instantie die dus de mobiliteitsstudie zal voeren, die zeggen van ja, wat is uw startthese eigenlijk? Vandaar dat het meest concrete voorafname het statuut van de Koestraat is, waarbij dat wij nu zeggen van nee, dit zal niet langer een verbindingsweg zijn. Dat is eigenlijk het voornaamste dat hier eigenlijk in staat. En uw andere vraag ben ik even in draad kwijt. Ik had twee vragen. Dat er een brugje staat eigenlijk. Filip, momentje. Ja. Dat een beetje verplicht door de werkzaamheden van AWV en van de omvorming van de R4, dat de Lange Brugse straat, die eigenlijk niet de slechtste straat is in onze gemeente, dat die nu vooruitzicht krijgt om op relatief korte termijn aangepakt te worden. En dat er straten zijn, bijvoorbeeld de Rijbroekstraat, die een hele belangrijke fietsverbinding is, zodat er nog altijd fietssuggestiestroken zijn en geen enkele riolering. Mm-hmm. Dus die worden terug voorbijgestoken door een straat die een betere staat is. Ja. De Langerbrugse straat is een belangrijke straat naar fietsveiligheid. Is ook opgenomen in de bovenlokale fietsroutenetwerken. En vandaag ligt daar een dubbel richtingsfietspad dat vandaag de breedte heeft van een enkel richtingsfietspad. Ja. Uit alle studies blijkt eigenlijk dat trajecten met veel opritten, waar dat de Langerbrugse straat deel van uitmaakt, dat dat eigenlijk een zeer onveilige situatie is, dat die aansluiten op dat soort zaken. Dus de premisse dat daar eigenlijk vandaag niets aan de hand is, is volgens mij een beetje bij het haar getrokken. In tweede instantie, de riolering zit daar over de 2/3 van haar levensduur. Dus om nu te zeggen dat die daar in fantastische staat is, nee. Mocht het project van de R4 niet geweest zijn, zou inderdaad het project zoals de Rijbroekstraat, die u noemt, uiteraard hoger scoren. Het wordt als een beetje in prioritering naar voren geduwd, maar als een Vlaamse instantie 606 miljoen euro gaat investeren in onze gemeente, dan hoop ik toch dat de gemeente, de volgende bestuursploeg ook gaat zeggen van wij zijn niet te beroerd om ook onze duit in het zakje te doen om daar in zijn totaliteit een succesverhaal van te maken. Filip? Over het eerst, mijn tweede punt, maar uw eerste nu daarnet, wat betreft de mobiliteitsstudie, stel ik mij bijvoorbeeld vragen, ik ben akkoord, de situatie van de Koestraat is in eerste orde te bekijken en te bespreken, maar ik stel mij dan ook de vraag wat dat de boodschap is die je geeft aan de bewoners van Elslo, van het woonzorgcentrum en dergelijke dingen meer. Als je alle verkeer daardoor jaagt, hoe leefbaar wordt die straat dan nog? Ja, want die is recent aangelegd. Ik ga ervan uit dat we daar geen nieuwe dingen aan gaan doen. En twee, geeft het mij gelijk dat gezegd dat de Rijbroekstraat een beetje verder naar achter geschoven wordt. Dat niet gezegd. Door het feit dat de Langerbrugse straat hier eigenlijk door omstandigheden die buiten de wil van de gemeente liggen, naar voren wordt gepusht, wil dat niet zeggen dat andere projecten daardoor vertraging hebben opgelopen. Dat heb ik niet gezegd. Ja? Daar wil ik heel duidelijk in zijn. Twee, Elslo, vandaag hebben wij meting dat er vandaag 60.000 wagens op een week doorrijden. Ja? Onderzoek zal eigenlijk uitblijken. Ja, er zijn daar altijd, als je schuift met verkeersstromen, ontlast je bepaalde wegen en belast je bepaalde wegen. De vraag is natuurlijk aan de keuzes die wij daar gaan moeten maken van wat zijn de gewenste trajecten en wat zijn de ongewenste trajecten. En een van de zaken daarbij zal zijn welke wegen hebben een voldoende uitrustingsniveau en welke niet. Elslo is een brede straat. Twee vakken, naar de gescheiden fietspad en op veel plaatsen een voetpad.
wat dat in de Koestraat bijvoorbeeld allemaal niet aanwezig is. Dat is een element dat onmiskenbaar meespeelt in de afweging die zal moeten gemaakt worden. Maar je hebt zelf gestart met het feit van we gaan de kar niet voor het paard spannen. Dus misschien gaan we al te diep in op oplossingen. We gaan kijken wat de tellingen geven, wat de wenstrajecten zijn. En het belangrijkste signaal dat ik er ook wil geven is, er gaan daar altijd winnaars en verliezers zijn. Ja? Het is aan de overheid om te kiezen van, kijk, dit is het gewenste traject. En dit geeft de som van de delen aan de grootste win geven voor Evergem Centrum als geheel. Het belangrijkste daarbij is dat we dat samen met de inwoners op gezette trajecten meedoen. Sven Koenig, wat dat is aan Paul. Paul. Ja, ik heb ook een paar vraagjes. Ik begrijp dat de focus op de twee kruispunten ligt die dichtst bij de Brico liggen, omdat dat de mensen wel meest zorgen baart. Nu, rond Elslo, denk ik, als daar inderdaad een toename te verwachten is, dan denk ik toch dat ook de veiligheid daar nog beter moet. En dan heb ik het toch ook over de oversteek aan de kapel, die volgens mij nog altijd zeer onveilig is. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat aangepakt wordt. Ja, ik weet niet of daarop zal geanticipeerd worden. En anderzijds stel ik vast dat jullie ervan uitgaan dat eigenlijk de andere kruisingen met de R4 minder problemen zouden geven. En ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat ook Ertvelde en Kluizen, dat daar ook hun tellingen 100% nodig zijn. Ik lees dat vandaag niet dat in de studie zit. Dus ik zou daar graag wat duidelijkheid over hebben. Ik verduidelijk, het is niet alleen de R4 waar het verkeer naar Ertvelde komt. Het is ook, er zijn verschillende N-wegen die Ertvelde binnenkomen. Hè. Dus met de expressweg, de veranderingen daar, denk ik dat we dat toch niet mogen onderschatten. En ik had graag daar ook gehoord wat de intenties daar zijn. Ja. In tegenstelling tot de Lange Brugsestraat en de Koestraat is er in de milieueffectenrapportage geen significant negatief effecten dermate opgenomen voor Ertvelde als geheel. Maar ik moet u wel tegenspreken naar monitoring verkeer, puntje 2.3. Gaat er gemeten worden, gedurende de hele werken, in de Lindelaan en de Hospitaalstraat. Dus er gaat wel degelijk ook in Ertvelde gemeten worden wat de effecten zijn op eventueel sluipverkeer. Maar uit de milieueffectenrapportage, ik geef toe, ze is al een aantal jaar uit, blijkt wel degelijk van, overheid, u moet iets doen aan die baan, of dit komt niet goed. En dat blijkt wel uit Evergem Centrum, maar dat blijkt niet uit Ertvelde. Ik vermoed, of mijn theorie daarbij is dat netto geheel dat die aansluiting via de Pastorijstraat vandaag boven lokaal verkeer aanzuigt. Als je die uitwisseling wegneemt, verliest het zijn bestaansrecht om van boven lokaal, allee, de as, dan gaat het dan vooral over de as Eeklostraat, Oost-Eeklo, verliest het zijn bestaansrecht om langs daar een toegang tot de R4 te beginnen verschaffen. Wat natuurlijk niet belet dat de Ertveldenaar zich via de Stoepenstraat en de Noordlaan een uitweg zal zoeken naar de R4. Dus die effecten in zijn integraliteit, ik geef dat eerlijk toe, persoonlijk, ik heb dat ook al meerdere keren gezegd, de effecten op ons lokaal wegennet van de omvorming van de R4, het onderzoek daarnaar kon beter, om het zacht uit te drukken. Oké, Paul. Sven, het is aan u. Ja, Lucas, ja, het is goed dat er zo'n nieuwe overeenkomst gesloten wordt en dat er toch perspectief kan geboden worden. Maar als er nu een vredeonderzoek gestart wordt voor het gebied tussen Elslo en Langerbrusselstraat, zou het misschien interessant zijn om daar ook, aangezien dat Veneco die studie zou uitvoeren, ook een soort van onthardingsvisie zou aangekoppeld worden. Als je bijvoorbeeld sommige straten gaat knippen, kun je die op bepaalde plekken ook volledig gaan herinrichten. Kijk ook een keer, als je de Koestraat sluit, wat gaat het effect dan ook bijvoorbeeld zijn op de Fazantenstraat, op de Everparkstraat, de Leo Brugmanstraat? Er zijn ook allemaal verbindingswegen tussen Elslo en Langerbrusselstraat. Dus volgens mij zullen er eigenlijk nog wel wat meer knipjes moeten inkomen in om heel die wijk te kunnen ontlasten. Maar geeft ze dan ook nog een beetje vergroening terug. Een tweede vraag is de parallelweg langs de R4 tussen Elslo en de Langerbrusselstraat. Op vandaag kunnen er ook fietsers rijden. Binnenkort zat er dan natuurlijk een mooie fietstraject. Allee, dat ligt er op vandaag eigenlijk al. Langs de volledige wijk naar de Langerbrusselstraat.
Ja, gaat die straat dan ook gewoon verboden voor fietsers worden? Voor hun eigen veiligheid bijvoorbeeld? Ja, Lucas. Ja. Sven, er is een collega-raadslid die aangaf van we moeten de kar niet voor het paard spannen. Hij spreekt er al over knips. Ik heb het woord knips op dit moment nog niet in de mond genomen. Dat is een optie van flankerende maatregelen, maar dat zal moeten blijken uit die studie of knips noodzakelijk zijn. Maar het spreekt voor zich als bepaalde wegen. Ik denk dan bijvoorbeeld de Everparkstraat, dat is een kleine autostrade als je daar vandaag passeert. Vandaag in ons mobiliteitsplan staat dat dan een gewone woonwijk is. Ik denk dat de kans klein is dat dan een verbindingsweg zal worden, bijvoorbeeld. De vraag kan op termijn gesteld worden, ja, is dat nodig om daar 7 meter beton te houden? Dat zijn een aantal voorbeelden concreet waarbij dat zegt, heb daar aandacht voor. Dat is een zeer terechte opmerking. De parallelweg, dat is ook evenzeer een zeer terechte opmerking. Er komt inderdaad een fietsnelweg aan de andere kant. Als dat zo een belangrijke verbindingsweg wordt, en we willen dat dan een belangrijke verbindingsweg wordt, en er ligt volwaardige fietsinfrastructuur aan de overkant, dan lijkt het mij inderdaad geen goede zet om daar nog fietsverkeer toe te laten. Maar nogmaals, dat gaat moeten behoren tot de set van maatregelen die uit die mobiliteitsstudie komen. Ook een oproep. Allee, de gemeenteraad zal daar ook een rol moeten in spelen. Dus allee, we gaan nog definiëren. Je hebt nu het luik onderzoeksvragen, afbakening, project. En dan hebben we het luik participatie. Dus bij deze ook mijn erewoord dat daar de gemeenteraad een prominente rol zal in spelen. Want we hebben maar 1 kans om het goed te doen en we hebben nog 2 jaar. Dit mag niet falen. Ja, misschien nog een suggestie. Daar een hele gebied tussen Elslo en Langbrugsestraat ligt er ook een soort van feitelijke trage weg. Misschien kan dat ook nog uitgebreid worden op die zone en ook op een zone waar de AWV een nieuw bos gaat aanplanten. Dat is misschien een schoon alternatief. De Landelijke Hilde heeft er nog een wandeling op in gericht. Nog vragen, collega's? Nog opmerkingen daarover? Geen. Dan kunnen we naar puntje 4 gaan. De zaak der wegen betreffende een aanvraag omgevingsvergunning tot verkaveling. Bijstellen van de verkaveling sloopt een tennishal, clublokaal op perceel gelegen te Everhem 1940. Burgemeester Tijsan Joen. Ik ga dat puntje uitzonderlijk inleiden. Het gaat inderdaad over een verkavelingcentrum van de gemeente Everhem, waar dat tot op heden eigenlijk de tennis gesitueerd is, waar dat er een verkaveling zou komen van 11 loten, nogal uit de kluiten gewassen loten. Er is ook maar onderzoek geweest, er zijn geen bezwaren geformuleerd, ook de adviezen zijn positief. Vandaar dat de goedkeuring zal gevraagd worden voor de zaak der wegen op de gemeenteraad volgende donderdag. Sven. Ja, ik had eigenlijk een vraagje. Het heeft wel niets te zien met de zaak der wegen, maar over de verkaveling zelf. De loten 73, 74, 75, 76 en 77, die hebben gelijk allemaal geen bouwvrije strook van 3 meter langs zeezijde. Maar misschien moet dat een keer besproken worden met een omgevingsambtenaar, dat ik daar misschien een antwoordje kan op krijgen. Het is sowieso een stedenbouwkundige aangelegenheid en geen zaak der wegen. Maar het lijkt ook alsof dat die toegangsweg van lot 78 loopt over een soort van bouwvrije strook. Maar moet er dan geen 3 meter ten opzichte van die toegangsweg ook gerealiseerd worden? Ja. Maar een vraagje, een antwoord op de gemeenteraad is voldoende. Goed. Nog vragen over collega's? Ja, die. Ja, burgemeester, wordt er hier openbaar groen voor voorzien? Want ik zie gelijk allemaal privégroen. Of heb ik het verkeerd voor bij die verkaveling? Ik zie hier eigenlijk geen openbaar groen. Zie ik het verkeerd? Ja, ik roep de vraag meenemen, Eddy. Dat volstaat niet zeker, zei hij. Wat lief? Dat volstaat niet zeker. Ah ja, nee. Dat is geen antwoord natuurlijk. Hè. Nog een vraag, Eddy? Nee, ik ga het voorlopig daarbij laten. Oké. Okay. Kunnen we de micro aflaten? Ja, oké. Okay. Volgende puntje nog. Vragen daarover, collega's? Geen vragen meer. Volgende puntje. Vraagje 5.
De zaak der wegen, aanvraag omgevingsvergunning tot aanleg van werkzones ter boven van de aanleg van R4 West-Oost. Dat is voor Josse. Josse, het is aan Joen. Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier over de zaak der wegen van de werfzones voor de ombouw van de R4. Tussen het stuk eigenlijk fietsbrug Kallemansputten tot aan het molen Vaardeken, dus net voor het ovaal van Wippelgem. Er zijn 8 deelplannen die ik hier ga overlopen. Het eerste deel van de presentatie is eigenlijk de nieuwe toestand, dus dat zal de toestand zijn na de werken. Dus het eerste deel rechts zie je eigenlijk de fietsbrug die tussen Terloverendreef en Kallemansputten zich bevindt. Daar verandert er eigenlijk niets ten opzichte van de bestaande toestand vandaag. Het Hollands Complex een beetje verder. Dus we gaan zo richting zuiden. Blijft ook onveranderd. En dan is het eerste kruispunt dat echt aangepakt wordt en dat dus hier onderdeel is van de zaak der wegen en de vergunning. De eerlijkheid moet natuurlijk gezegd zijn dat de vergunning hier eigenlijk al voor verleend is, maar dat er hier een aantal technische aanpassingen door de aannemer worden gedaan. Het voornaamste deel voor deze zaak der wegen komt straks. Dat gaat eigenlijk over de werfzone zelf en de manier waarop dat er omgereden wordt. Dus hier zie je dat de R4 onder het kruispunt door zal gaan en dat er geen aftakking en geen op- en afritten zullen mogelijk zijn om verkeer vanuit Riemen en Ertvelde op en af de R4 te laten rijden. Er is de mogelijkheid om van op het fietspad, van op de fietssnelweg, terug op het kruispunt te komen. En anders rijd je ook samen onder het kruispunt door met de R4 zelf, zodanig dat je conflictvrij vanuit Zelzate richting Gent kunt rijden. Dat is het verdere stuk. Dan kom je eigenlijk aan de afrije vaart, waar dat er dus een aqueduct wordt voorzien en waar dat je in het midden eigenlijk een opening krijgt die er vandaag niet is. Ze vertellen ons dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat je dus eigenlijk rechts en links 2 stroken hebt waar dat dus dieren zullen kunnen in die tunnel zich begeven van de ene kant naar de andere kant. En dat omdat er eigenlijk een lichtstrook is in het midden, dat ze dus ook minder schrik zullen hebben, dat er minder donker gat zal zijn, en dat ze dus meer geneigd zullen zijn om de oversteek te maken. Dat is hier een deel waar dat er op vandaag de fietsbrug, waar dat ze volop aan het werken zijn, de Zandekumbrug, die de naam al gekregen heeft, die dus geen onderdeel uitmaakt van deze vergunning. En dan zitten we al aan het ovaal van Wippelgem. Dus waar dat er niets aan verandert. En dan het belangrijkste deel van deze zaak der wegen gaat hem over de werfzones. En we zien eigenlijk dat er ter hoogte van Riemen aan de Gipsweg een depot zal worden opgericht tijdens de werken. Waar dat er een betoncentrale zal zijn, waar dat de grondverwerking, de aan- en afvoer van het slip, een deel van de verwerking van het slip allemaal zal plaatsvinden. En dat zit allemaal in deze vergunningsaanvraag voor de milieuaanvraag. En die zijn toegang zal nemen via de Gipsweg en zo dan via het Hollands Complex de werfzone zal bereiken. Dan links op het stuk, dan komen we eigenlijk aan het Hollands Complex, maar vanaf het linkse stuk is er eigenlijk een stuk tijdelijke asfaltering, een stuk tijdelijke wegenis. En dan zie je hier eigenlijk waarover dat gaat. Dat is dus het kruispunt Ertvelden Riemen tijdens de werken, waar dat dus de baan zal herlegd worden richting Riemen, zodanig dat de ondertunneling kan gegraven worden onder het kruispunt zelf, maar waar dus ook op dat moment het kruispunt zelf een stuk zal herlegd worden richting Kluizen, richting Wippelgem op, om zo tijdens de werken alle rijrichtingen die na de werken mogelijk zullen zijn, om die ook tijdens de werken mogelijk te maken. Het zal dus altijd mogelijk zijn om van Zelzaten naar Gent te rijden en van Ertvelden naar Riemen, maar vanaf het moment dat de werken starten en dat de tijdelijke asfaltering ligt, zal het dus ook gedaan zijn met op en af te rijden van de R4 van Ertvelden en van Riemen. Dus dan nog een stuk tijdelijke asfaltering. Dan hoge afrijvaart zal langs de kant van Kluizen tijdelijk herlegd worden om daar het aqueduct te kunnen leggen. En dan zijn we er eigenlijk rond. Dus het gaat hem voornamelijk over de
werf in de richting en het depot in de richting ter hoogte van Riemen, ter hoogte van de Gipsweg. En dan zowel Hogere Afrijenvaart als het kruispunt Aertvelde-Riemen, waar de tijdelijke inrichting langs de kant van Riemen zal plaatsvinden. Iemand wat er daar vragen of opmerkingen over zijn? Jos van. Ja, Josse, ja, ik vind het super dat er een ecoduct voorzien wordt aan het Afrijenvaart. Ik denk dat dat echt ideaal is om een goede verbinding te hebben naar het koppelingsgebied Riemen-Zuid. En ja, het buffergebied Kluizen-Oost, als dat er komt. Maar mijn vraag er rond is, de waterzuivering van Aertvelde, hoe gaat zij juist ontsloten worden? Want op vandaag ligt daar zo'n oprit naar de waterzuivering. Moet die mensen echt aan de Nervier zelf inhouden, afslaan? Gaat dat altijd nog via de Nervier blijven verlopen? En gaat dat ook niet een beetje voor zorgen dat dat juist een soort van grens is aan dat schoon ecoduct? Ja, dan die dieren niet over die oprit gaan geraken. Ja, zowel na de werken als tijdens de werken zal de op- en afrit van het waterzuiveringsstation langs de R4 gebeuren zoals dat die vandaag gebeurt. Die wordt wel een stuk nog aangepast. Dus hier, ja, ingezoomd ga je het beter zien, hier ter hoogte is de oprit en afrit na de werken. En dan tijdens de werken zal je zien dat er eigenlijk... ik ga even moeten doorscrollen, maar mijn computer hapert even. Dat eigenlijk hier een stuk tijdelijke wegenis komt, zodanig dat de op- en afrit voor het water- en zuiveringsstation langs hier nog altijd kan. En dat ze dus hier een voorsorteerstrook hebben om op en af de R4 te geraken. Omdat ze natuurlijk hier tijdens de werken niet op de R4 kunnen aansluiten. Dus dat is eigenlijk ongewijzigd, maar er wordt dus rekening gehouden met het waterzuiveringsstation. Geen vragen meer, collega's? Iedereen heeft de 500 tot circus gezien. Hij heeft 1500 tot circus gezien in de eerste. Dus, oké, goed. Ja. Jan. Ja, goedenavond. Ja, die 500 heb ik nog niet gelezen. 1500. Maar toen ik nog jong en knap was, hè, nu ben ik alleen nog knap. Hè. Grapje, hè. Hebben ze een vak bijgelegd op de R4 van Zalzaten naar Aertvelde-Kluizen. En als ik me goed herinner, is dat volgekapt met hoogovenslak. Staat er daar iets van in bepaalde... Ja, ja, in de jaren... De jaren 90? Ja, dat is dat, hè. Is er daar iets van in het dossier vermeld? Want dat is aan de lage aanvrij, denk ik, ligt al laag. Er zijn meters van dat product ingekipt, hè, toen. Ik ga je vandaag het antwoord schuldig moeten blijven, hè. Of dat ik knap ben, dat ga ik achterwege laten. Ik ben alleszins te jong om een achtergrond van dat dossier mee te hebben. Maar ik ga het zeker navragen en ik zal er op de gemeenteraad ofwel schriftelijk voor de gemeenteraad antwoord op voorzien. Nog vragen van knappe jongens? Nee. Geen meer. Oké. Dan kunnen we naar het volgende puntje gaan. Puntje 6. Toetreding tot Polstok. Jury. Het is aan Joen. Dat is een puntje personeel, in tegenstelling tot wat de titel zou doen vermoeden. Dat is eigenlijk een vennootschap die bestaat uit openbare besturen en semi-publieke overheden. En die eigenlijk is opgezet om opdrachten van werving en selectiepersoneel tot een goed einde te brengen. Er zijn momenteel een 400-tal vennoten en er staat dus op de agenda van de gemeenteraad om ook onze gemeente en ons OCW te laten toetreden tot Polstok. Dat gebeurt door het verwerven van een aantal aandelen afhankelijk van het aantal personeelsleden van de gemeente. Dat betreft een eenmalige aankoop van aandelen die voor ons ongeveer €1.784 zou bedragen, waarna dat we dan eigenlijk aan
gunstige voorwaarden van Postdoc kunnen gebruikmaken om werving en selectie te doen. Dat is eigenlijk het punt dat, dat er goedkeuring voor ligt op de gemeenteraad. We hebben dit al principieel goedgekeurd in april, denk ik, als college. En de vraag die er altijd bij rijst, ja, zijn we daar dan eigenlijk niet verplicht om overheidsopdrachten te respecteren? En dat is de zogenaamde in-house constructie. Ik vind dat altijd een beetje een moeilijke situatie, maar het is dus afgetoetst. Er zit ook een juridische nota in het dossier dat eens dat we daar eigenlijk aandeelhouder zijn als lokaal bestuur, dat we niet verplicht zijn als we met hen willen samenwerken om dan de overheidsopdrachtenwetgeving te volgen. Natuurlijk, door de grote schaal, het zijn 400 vennooten, mogen we wel veronderstellen dat we dit aan een vrij gunstige prijs zullen kunnen doen, omdat dat eigenlijk stilaan een monopoliespeler wordt op de markt van de werving en selectie op die manier, als er zoveel lokale besturen en publieke overheden lid zijn. Vragen daarover, collega's? Ja, ja, die. Ja, burgemeester, betekent dat dan bij elke wervingsselectie dat dat wordt, nee, dat er beroep wordt gedaan op Postdoc, of dat dat maar voor een beperkte selecte groep aanwervingen is? Of? Ik heb het als volgt begrepen, en Danny zal mij aanvullen of tegenspreken, dat wij, eens we daar lid van zijn, dat we daar eigenlijk één op één kunnen van gebruik maken, maar dat het ons vrij staat om voor bepaalde andere opdrachten te zeggen, daar gaan we nu toch nog een keer een reguliere overheidsopdracht voor voeren en bij andere spelers gaan. Ik denk dat het ook niet gezond zou zijn mochten we na toetreding tot Postdoc beslissen om voor eens en voor altijd alle selecties via hen te laten gebeuren. Ik denk dat we daar eigenlijk een gezonde mix moeten voor hanteren. Ja, nee, dus die vrijheid hebben we, zijn niet verplicht om dan via hen te gaan. Ja, ja. Betekent dat dan ook dat zij makkelijker bepaalde functies zouden kunnen invullen? Want er zijn een heel pak functies die openstaan, die niet ingevuld geraken op bepaalde plaatsen in de gemeente en het OCHW. Zou dat dan via Postdoc vlotter moeten gaan of niet? Allee, ik zit met die bedenking te maken. Nee, ik denk alleen dat de procedure kan versnellen, omdat we dan eigenlijk rechtstreeks bij hen die dienstverlening kunnen opnemen. Maar de eigenlijke invulling, allee, het is niet de bedoeling dat op een of andere manier de lat verlaagt die we stellen aan potentiële kandidaten of dergelijke meer. Dat denk ik niet, maar ik denk wel dat we iets korter op de bal kunnen spelen, omdat we dan die reguliere overheidsopdracht kunnen achterwege laten. Maar ik blijf het, collega's, dat is inderdaad afgetoetst, die nota zit erbij, dat is meermaals nagegaan, maar ergens blijft dat toch een rare constructie, dat je op die manier, door gewoon aandelen te verwerven van zo'n vennootschap naar privaat recht, dat je dan eigenlijk de overheidsopdrachtwetgeving kunt uitgollen. Verstaat het, Daddy? Christine? Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar kleine vraagjes. Allee, ik hoop dat het kleine vraagjes zijn. Ik wou graag eens weten wat dat concreet betekent, die aankoopcentrale voor aanbestedingen en zo, wat dat eigenlijk concreet betekent, hoe dat juist in zijn werk gaat. En dan de reden waarom dat we lid zouden worden van Postdoc, is dat vooral door het feit dat er nu personeelstekort is? Of is het vooral omdat er bepaalde vacatures niet ingevuld geraken? Dus dat is mijn tweede vraag. En dan mijn derde vraag is, maar ik heb het nog niet allemaal te gronde gelezen, hoe zit dat financieel? Wat betaalt de gemeente? Hoe gaat die transactie? Of die, die situatie? Nee. Het feit dat men spreekt voor een aankoopcentrale, dat is ook iets wat voor bepaalde opdrachten voor lokale besturen, dat bijvoorbeeld ook VVSG doet. Hè. En wat dat eigenlijk tot voor kort ook de stad Eeklo voor een aantal buurgemeenten heeft gedaan, wat dat ook bij de politie gebeurt, dat is dat door verschillende lokale besturen die samen aankopen, dat je dan eigenlijk een betere prijs kunt krijgen bij het in de markt zetten van die aankoop. Ik denk dat dat niet meer is dan dat. Postdoc doet dat. En de voorwaarde is om die algemene werking denk ik, van Postdoc te financieren, dat je daar aandelen koopt. De formule staat in het dossier. Afhankelijk van het aantal VTE's, personeelsleden die lokaal bestuur beschikt, op het ogenblik van de toetreding moet er een bedrag betaald worden. Volgens de berekening op vandaag of op 1 november
zou dat 1784 euro zijn. Dus dat is op zich relatief gering. En doordat je dan eigenlijk met zo'n aankoopcentrale werkt, die ook zelf met een aantal vaste spelers zullen werken, mogen we er wel op rekenen dat we dat eigenlijk aan een gunstiger prijs zullen kunnen doen in de toekomst en dat we die 1700 euro zullen recupereren. Dat is op zich zeker geen probleem. Met het voordeel dat we iets sneller op de bal kunnen spelen, omdat we zelf als lokaal bestuur op gereelde tijdstippen ook voor onze werving en selecties overheidsopdrachten moeten doen. Terwijl dat we hier, en dat is alleen wettelijk volledig afgedekt, we moeten er niet over discussiëren, dat we kunnen zeggen, Postdoc organiseert drie en die examens voor ons en dat men aan de slag kan. Zonder overheidsopdrachtwetgeving. Dus het zal iets sneller gaan. Maar het heeft geen enkele invloed op waar dat we de lat leggen voor ons nieuwe personeelsleden. Of daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Nee? En financieel denk ik dat dat op zich vrij gunstig is, doordat het ook wel wat sneller zal gaan. Ja, ik denk dat dat antwoorden zijn op uw vraag. Sorry. Als ik het dan goed begrijp, is het de grootste reden waarom we lid zouden worden in Evergem van Postdoc, als ik het zo mag zeggen, dat het vlug gaat om vacatures in te vullen. Of dat het... Ik hoor u zeggen dat het vlugger gaat voor de selecties te doen. Kunnen organiseren, ja. Wellicht als gevolg dan dat het vlugger zal gaan om een vacature in te vullen. Maar dan mijn andere vraag over het personeelstekort. En daar had ik eigenlijk nog geen antwoord op. Wel, Christine, dat is natuurlijk een algemene vaststelling. Als we daar met collega's van andere gemeenten over spreken en ook mensen op niveau van de personeelsdiensten en de algemene directeurs, dat er momenteel in heel wat lokale besturen vacatures zijn die moeilijk ingevuld geraken. Vooral in een aantal specifieke functies waar dat wij op vandaag nog geen probleem hebben. Nee, wat ik wil zeggen, het is heel toevallig. We hadden gisteren een korte vergadering op het gemeentehuis van Asnede en onze stedenbouwkundige ambtenaar die moet daar ook de brandjes blussen. Nee, omdat specifiek voor deze functies, Jan heeft toch ons stilletjes aan ook een respectabele leeftijd, daar gaan we in de volgende bestuursperiode in de problemen komen. Nee. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld ruimtelijke planning, stedenbouwkundigen, ook denk ik ICT. Ik vind ook wat Peter op openbare werken doet als ingenieur. Gaan we als er morgen een vacature komt, gaan we nog op dergelijk niveau kunnen werven. Dat is toch wel een probleem in algemene zin voor de openbare besturen op vandaag. Nee? Daar doet eigenlijk de manier waarop dat we werven, doet er volgens mij, heeft daar weinig invloed op. Behalve het feit dat als er vacature is, waar we zeggen van kijk, we gaan via Postdoc organiseren, dat we daar wel minstens enkele weken tot maanden misschien zullen winnen op de doorlooptijd van de procedure. Dat wel. En ik denk dat we dat moeten doen. Er zijn al 400 lokale besturen lid, of 400 overheden lid. Ik denk dat we dat moeten doen. Maar altijd wel een beetje met die kritische kanttekening. Dat dan een monopoliespeler om duur gaat worden, die in de post ook. Maar het is geen reden op vandaag, denk ik, collega's, om te zeggen, daarom blijven we als Evergem nu aan de kant staan. En we gaan dat even op onze eigen manier doen. Allee, dat doe ik niet, maar het is toch iets om alleen met een beetje een dubbel gevoel naar te kijken, denk ik, dergelijke ontwikkeling. Nee, ik weet ook niet hoe dat anderen daarover over denken, maar ik zie nu persoonlijk nog niet direct de meerwaarde. Want allee, ik zit te vergelijken met overheidsdiensten, waar dat CELOR eigenlijk, alle vacatures staan daar dan op enzovoort. Dus dat gaat dan zoiets zijn voor lokale besturen, dat dan een stuk Postdoc wordt. Alhoewel dat vacatures toch ook dikwijls via het VVSG kunnen bekeken worden, maar heeft dat dan iets met elkaar te maken ook? Maar het gaat niet over het bekendmaken van de vacatures, het gaat over het effectief organiseren van de werving en de selectie die zij doen. Ja, dat begrijp ik. Maar het is dan niet, want Postdoc is dus wel degelijk een instantie waarbij dat je vacatures kunt gaan zoeken ook. Dus zij gaan dit niet organiseren dan. Dat zit er niet bij. Enkele selecties. Voor ons gaan ze vooral die selecties organiseren. Dat gaan ze vooral doen. Alleen dat? Dat gaat de voornaamste opdracht zijn, ja. Oké. Ja, maar wel met die opmerking, daar ben ik het helemaal mee eens. Eddie, en dat hebben we eigenlijk met onze diensten nog niet volledig afgesproken. Het mag geen automatisme zijn dat we altijd met Postdoc gaan samenwerken. Ik denk dat we het er wel over eens zijn, maar het is nog niet in die zin beslist. Ja.
Andere opmerkingen of vragen, collega's? Nee, dan kunnen we naar puntje 7 gaan. Overdracht F-pacht, Obra Baken. Door Philippe Huisman. Philippe. Ja, dank u voorzitter. Collega's, goedenavond. Het is eigenlijk een puur vormelijk punt hier. U weet, wij hebben in 2017 30 jaar erfpacht gegeven aan Obra Baken. Nu, Obra Baken en VZW Den Dries werken nauw samen. Eigenlijk is Obra Baken ingekanteld in VZW Den Dries. Dus ook deze erfpacht wordt op die manier overgedragen en gaat mee in VZW Den Dries. Het gaat om niet en de duurtijd blijft zoals het oorspronkelijk was. Het gaat over de pastorij van Langerbrugge, naast de kerk. Zijn er vragen, alstublieft? Geen vragen. Volgende puntje, buitengewoon algemene vergadering, 7 december 2022. Goedkeuring, agenda en vaststelling. Dus voor Jori de Martelaar. Jori. Het zijn drie intercommunales na elkaar. Zowel IVM, crematorium als Finico. Dus de vergadering op het einde van het jaar, waar men eigenlijk het budget voor het komend jaar goedkeurt en het actieprogramma. Op zich zijn dat drie sterke intercommunales, waar dan vooral, voor de collega's die ik nakijken, het investeringsprogramma voor het crematorium wel opvalt. Ik denk dat dit op zich geen bijzondere opmerkingen moeten gemaakt worden. Het enige dat we een beetje vaststellen bij IVM-collega's, ik denk dat de dienstverlening op containerpark dat iets verbeterd is. In die zin dat we daar de voorbije maanden wat minder klachten hebben gekregen dan de voorgaande jaren. Ik weet niet wat dat ook bij jullie zo is. Ik denk dat dat min of meer toch wel wat genormaliseerd is. Het enige wat we niet vooruit geraken, of moeilijk vooruit geraken, dat is die recyclagepark over de gemeentegrenzen. Daar is er eigenlijk dat is een moeilijke. Dan moeten we gewoon vaststellen dat dat toch nog altijd niet goed vooruit gaat, Martin. Allee, dat is niet, maar voor de rest kan dit actieprogramma en het budget voor 2023 wel worden goedgekeurd. Dus dat is voor IVM. Kun je wat daar vragen over zijn, Sven? Ik heb er al op geanticipeerd, want ik wou eigenlijk vragen om er ook nog een keer de nadruk op te leggen op de algemene vergadering, dat ze echt werk maken van die uitwisseling van die recyclageparken. En dat initiatiefrecht dat volledig bij IVM zelf genomen wordt, want er gaan dan ook infrastructurele zaken moeten gebeuren op de recyclageparken, om dat ook duidelijk te kunnen regelen onder elkaar. Ik denk dat dat juist het interessantste voor IVM was, om eraan aan te sluiten, dat wij ook naar Astnede, Lovendegem en Waarschoot kunnen gaan, en omgekeerd. Ja. En dan nog het liefst, wanneer dat onze gesloten is, dat die daar open zijn dan. Ja, Martin. Als ik daar juist nog wat mag op reageren, dat is inderdaad zo. IVM heeft dus al eigenlijk initiatief genomen om na te kijken hoe kan het gebeuren. Er zijn een aantal juridische, hoe dat juridisch, maar ook op financieel vlak kan gebeuren. Maar ik stel gewoon vast dat het de gemeenten zijn. Sommige gemeenten zijn niet te happig. Hè. En er zijn een aantal gemeenten, denk ik, die wel op de rem staan. En ik denk, ja, als wij dat willen, gaan we echt aan de kar moeten trekken. Want ik weet niet in hoever dat iedereen zomaar geneigd is om mee te doen. En zeker hier bij ons, onze omliggende gemeente, nog wel, dat kan misschien nog wel lukken. Maar in andere delen van het IVM-gebied zitten ze daar niet op te wachten. Maar het is misschien aan ons hier nu om nog een keer, en voornamelijk bij Lievegem zeker, nog te luisteren. Hè. Nu met de wissel van de burgemeester daar, want ook de vertegenwoordiger in IVM, kan ik dat nog wel een keer navragen in hoeverre dan ze nog willen samenzitten. Maar ik herinner me dat er een tijd geleden een bijeenkomst was. Maar ja, ik kon er natuurlijk niet aanwezig zijn, want het was overdag. Dus ik weet niet hoe dat daar dan de verdere afspraken gemaakt zijn. Daar kan ik me niet op antwoorden. Ja, Lucas. Ja, er is vanuit Evergem wel degelijk een poging ondernomen. En het klopt uiteindelijk. Allee, het bijzondere jammer is dat het werkingsgebied van IVM naar een enorme besparing zou kunnen gaan, want er zijn daar oefeningen gemaakt van het IVM dat je op 5 of 10 jaar tijd van 19 parken eigenlijk naar 13 parken zou kunnen evolueren, waarbij dat eigenlijk een vorm van specialisatie bij ieder park kunt doorvoeren. Dus dat zou voor iedere gemeente individueel een enorme reductie van kostprijs kunnen betekenen.
Maar Evergem heeft recent nog een poging ondernomen naar omliggende gemeenten. We gaan geen namen noemen. En het klopt uiteindelijk dat eigenlijk er zou een poging kunnen ondernomen worden om met een kleiner aaneengesloten werkingsgebied een doorstart te geven. Maar zelfs dat lukt niet. Laat Lucas. Ja, goed. Ja, Martijn. Maar wat ik wel vaststel, dat is dat er toch heel wat gemeenten hun autonomie willen bewaren. Hè. En als ze dat, als we dus samenwerken, ja, dan moet er al ergens... Ja, het is niet noodzakelijk, maar het is wel wenselijk natuurlijk dat uw prijzen worden afgestemd. En ik merk voortdurend op de Raad van Bestuur dat gemeentebestuur, dan die schepen of die burgemeesters, echt wel zelf in een gemeente willen beslissen. En als we inderdaad gaan samenwerken en er moet meer afstemming zijn, ook het ICT, dus met de wegenbruggen bijvoorbeeld. In verschillende parken wordt er volledig anders gewogen, dus dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden. En dan moet eigenlijk elke gemeente een beetje de autonomie willen uit handen geven. En ik heb de indruk dat voor een aantal gemeenten toch moeilijk ligt. En daardoor denk ik dat niet vlug vooruit gaat. Terwijl dan wij eigenlijk toch wel vragende partij zijn en toch wel, denk ik, bereid zijn om na te kijken met de andere gemeenten hoe kunnen we dat gelijk trekken. Maar ik heb toch de indruk dat anderen toch zijn die het moeilijk hebben om dat uit handen te geven. Adi. Ja, dank u wel. Met IVM werkt men ook aan een warmtenet. Het zou wel eens interessant kunnen zijn om daar een keer een overzicht van te krijgen hoe ver dat ermee staat. Als we ook van plan zijn om... als het enigszins gaat, ook een warmtenet uit te bouwen. Welke de mogelijkheden zijn, welke de problemen zijn die opduiken en welke de oplossingen zouden kunnen zijn om dat er te laten komen. Ja, Martin. Ja, IVM is al een hele tijd bezig met partners om daar werk van te maken. Wat stellen we wel vast? Dat is dat we voldoende afnemers moeten hebben. Hè. Nu, IVM ligt nogal afgelegen, dus je moet daar ook wel tot een eclo geraken. En dus grote bedrijven, of gelijk zelfs het ziekenhuis, waren dan eventueel wel bereid. Maar er moesten nog meer zijn. En dat is niet zo evident om inderdaad vanuit daar uw afnemers allemaal te hebben. En dat ligt nu voorlopig, is er daar weinig schot in de zaak. Maar ik wil nog een keer luisteren, een keer vragen of dan ze een keer iets willen op papier zetten, hoe ver ze daarmee staan. Burgemeester, ik meen mij toch te herinneren dat dat een van de sterke punten was waarom wij toegetreden zijn tot IVM, dat men dus ging in de andere buurgemeenten ook zou kunnen storten hebben. Dat was een van de speerpunten van IVM op dit moment. En ik kom tot de constatatie dat men nu 3 jaar zit te wachten op iets dat beloofd is, die niet meer uitgevoerd wordt. Ik vind dat wel erg triest. Ja. Vanaf vooral duidelijkheid, we waren lid van IVM, dat is niet het punt. Maar om de exploitatie uit handen te geven van het recyclagepark zelf, was dat een van de mogelijke voordelen die wij daar toch wel als bestuur in zagen. Ik denk dat dat nog altijd zo is, dat we er nog altijd achter staan. Alleen lukt het momenteel niet in de huidige stand van de bestuursperiode misschien ook, Martin, om daar met andere besturen over samen te werken. Misschien moeten we dan een keer, als even gaan, wie dat er ook aan zet is, een keer een nieuwe poging wagen bij het begin van de volgende bestuursperiode. Maar het is niet zo dat er ergens anderen of IVM of wie dan ook een woord gebroken heeft of een belofte niet heeft ingevuld. Wij zagen dat als een opportuniteit. En we zijn er tot vandaag niet in geslaagd om andere gemeenten van die meerwaarde te overtuigen. Het is niet zo dat dat ergens iemand is die dat verzwart op het beloofd heeft aan ons. Hè. Ja, er zijn ook nog andere gemeenten die ondertussen zijn toegetreden. Hè. Ook Lievegem is vreemde partij, maar ik merk wel dus dat die gemeenten dat dit niet de hoofdvoorwaarde of het hoofddoel is om toe te treden tot IVM. Dat het samenwerken met andere gemeenten is voor hen waarschijnlijk niet echt het hoofddoel. Hè. Zij zien andere opportuniteiten ook om hun park over te dragen. Dus er zijn toch wel toch een aantal gemeenten die daar toch niet achter staan om dat gezamenlijk te gaan doen, hoor. Ik denk toch wel dat eerst en vooral IVM zijn contract zegt, het moet zo gebeuren. En dat was het niet. Het was zo. Het is toetreden met die voorwaarden, ja of nee. Dat is toch een zaak die normaal gaat, hè. Dat is toch gezegd geweest van, wij kunnen dan ons vuilheid in een ander denkwaard. En nu zit men met dingen, nu kom je tot de constatatie dat de burgemeester zegt, ja, maar dat is nu niet beloofd geweest. Dat was een van de punten zelfs waarvoor we toegetreden zijn. Zeg maar. Ja. Vanaf.
Dat blijft voor ons, denk ik, het standpunt. Ik hoor niemand iets anders zeggen van de gemeente Evergem. Nee. Dat blijft, daar is niets aan veranderd. Maar het is niet zo dat er een of andere gemeente ons op voorhand heeft gezegd, of IVM, van als je toetreedt, dan gaat dit of dit sowieso gebeuren. Nee. En het is ook niet zo dat we daar niets aan gedaan hebben. Die contacten zijn inderdaad gelegd. Het is verschillende keren aangehaald op de algemene vergadering. Ter sprake gekomen op de raad van bestuur. Er is een apart overleg geweest met buurgemeenten, maar tot op vandaag, allee, bijt de vis niet. Het is in de gemeenteraad hier beslist geweest dat men, wanneer men toetreedt naar IVM toe, dat men ons garantiseerde dat men dus ons vuilcomponé in een deelgemeente en een andere deelgemeente kon kwijtgeraken. En dat is in een van de vormen dat ons beloofd geweest is bij de toetreding. Dat is beloofd geweest. En niet alleen beloofd geweest, dat is gezegd geweest, dan kunnen we ook, als we toetreden tot IVM, dan kunnen we ook in ons buurgemeente ons vuil kwijtgeraken. Dat is in de gemeenteraad besproken geweest en dat is een van de punten geweest, waarop dan dus gezegd hebben, oké, ja, dat is een goed contract. Nu, ik zei het ten eerste niet hoor, we zullen het een keer proberen op te zoeken, van in het begin dat we dat goedgekeurd hebben. En ik hoop dat u het een keer opzoekt. Want ik heb nog een redelijk olifantengeheugen op die punten, hè. Nog een andere, Jasmin, zeg maar. Ja, zeker. Toen dat je besproken hebt op de gemeenteraad, kwam het inderdaad naar voren dat IVM zei van ja, we streven daarnaar. Dat kwam ook wel voor in de powerpoints. Maar dat staat eigenlijk nergens echt zo beschreven in de tekst dat er van vandaag op morgen plots een uitwisseling gaat zijn over alle gemeentes. Maar dat is toch wel een visieplan, hè? Op hun lange termijnsplanning van waar willen we naartoe? En daar willen we naartoe, zei IVM. En dat moeten ze nu ook alle inspanningen doen om daar te geraken. En ik denk dat ze nu in eerste instantie al die recyclageparken die ze op vandaag in beheer gekregen hebben, dat ze daar een keer een structuurschets voor moeten opmaken van wat is nu het meest optimale om voor... Maar dat ze zelf eigenlijk een voorstel doen naar al die gemeentes. Dat ze het niet in het mandje laten liggen van al die gemeentes, maar dat ze zelf eigenlijk gaan anticiperen en er gaan voor zorgen van ja, wat is nu het meest ideale voor ieder recyclagepark en welke kleine aanpassingen moeten gebeuren om die allemaal beter op elkaar te kunnen afstemmen. En welke beperkte of grotere investeringen moeten per recyclagepark juist gaan gebeuren. En ik denk dat die opleisting er op vandaag niet is, of als die er zou zijn, zou ik die wel graag een keer willen krijgen. Maar de oefening is gemaakt, hè? Maar ik zeg nog een keer, als gemeenten die toehappen en als gemeenten aan hun autonomie willen vasthouden en ze willen niet toetreden en ze willen niet samenwerken, ja, dat kan IVM zoveel studies doen en zoveel mogelijk op papier zetten, wat ze eigenlijk al gedaan hebben. Maar het zijn de gemeenten die gaan moeten bereid zijn om toe te treden en dan om samen te werken. Maar ik denk dat moet... De gemeente wil nog altijd zijn autonomie houden over zijn openingsuren en over de prijs van het recyclagepark. En dat moet juist in die software kunnen geregeld worden, dat als bijvoorbeeld iemand van Evergem naar Lovendegem of naar Waarschoot gaat, dat dat gewoon hetzelfde tarief is als dat hij hier blijft. Maar dat moet dan via die software daar geregeld worden. Maar als natuurlijk voor andere fracties daar niet naar betalende zone moet rijden en hier wel, ja, dat zijn dan de juiste kleine aanpassingen die moeten gebeuren. En welke kosten zijn er ook op vlak van software? Maar ik denk dat bij veel gemeentes de perceptie is van, als ze die uitwisselingen gaan doen, dan gaan ze allemaal bij ons komen omdat ons recyclagepark een beetje goedkoper is bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk niet het geval in heel dat systeem. Die autonomie van de gemeente blijft wel op vlak van prijs en openingsuren dan. Wordt dat meegenomen dan in die vergadering? Voor dan kunnen we naar voren te brengen terug? Dan kan jij door de vertegenwoordigers nog een keer gevraagd worden, hè? Voor de zoveelste keer en ja, kun je dat... Je kunt het op de agenda laten zetten nu, kind. Je kunt het toch op de agenda laten zetten ja, ook, dan kan de gemeente Evergem dat op de agenda misschien dus laten zetten. Dat is een keer een... Allee, als, ik weet niet dat dat vanuit de oppositie moet komen, ja. Zet dat op de agenda. Ja. Maar dan moet de gemeenteraad volgende week een beslissing nemen dat dat doorgestuurd wordt naar IVM. Hè. Je kunt daar niet toekomen op de algemene vergadering en daar ben een agendapunt. Dus dat moet dat volgende week. Het is mij gelijk, maar... Ik vraag Martien dat er iets is wat liefst in elke fracties. Je kunt de oppositie... En nu kunnen je in de meerderheid natuurlijk, hè. In de meerderheid natuurlijk. Ja, maar zeker. Je kunt dat punt... Ik denk dat we dat kunnen agenderen bij... Amenderen. Dat is een amendement, ja. Ja, kun je dat kan in de communale, want andere gemeenten weten dat niet, hoe dat we hier in Evergem aan het discussiëren zijn over dat punt, hè, collega's. Die agenda wordt goedgekeurd zonder Evergem.
Nou, de vraag staat aan mensen om het als formeel punt te agenderen in juni dan. Want dat is. Ja, in alle andere gemeenten wordt een agenda goedgekeurd zonder dat punt van inverhemming. Mag ik eerst de vraag stellen? Dat zou een keer interessant zijn, Martin. Want allez, de basisstelling van Martin, en we mogen daar niet aan naïef in zijn, is dat. Excuseer. Heel wat gemeenten delen onze visie niet, hè. Daar wil ik heel duidelijk over zijn. Dus we mogen daar niet naïef over zijn. Daar begint het. Hè. IVM gaat hier niet op de barricade gaan staan en ik er alle gemeenten gaan verplichten. We gaan het zo, zo en zo doen. Het zijn heel wat gemeenten die gewoon niet mee willen. Ja? Maar het zou interessant zijn, dat is een keer suggestie naar IVM. Stel dat er een toekomstvisie wordt uitgewerkt waarbij dat je van 19 naar 13 parken gaat. Ja, wat levert dat ten aanzien van de bestaande prijzen op qua besparing aan de inwoner van het werkingsgebied? En dan moet een individuele politicus een keer uitleggen waarom dat men die kans niet te baat neemt. Ja. Ja, want als ik nu mijn grief op mijn kamionet leg en ik moet daar 2 kilometer of 12 kilometer mee rijden, het gaat over openingsuren, dienstverlening. Daar gaat het hem over en kostprijs. En daar frustreer ik mij aan de kortzichtigheid van sommige collega's van ons. Ik zeg het hier maar een keer in de gemeenteraad, maar we hebben echt wel als bestuur de poging ondernomen om met een beperkt aantal partners een doorstart te geven aan het project. Het is niet gelukt. Goed. Ja, Eddy? Ja, eventjes terugkomend op hetgeen dat de burgemeester zei. Dus de agenda wordt hier goedgekeurd of niet goedgekeurd in de gemeenteraad, maar ik denk dat het ons niet let om punten toe te laten voegen. Het zij oftewel officieel, oftewel als je daar zit als vertegenwoordiger van de gemeente, dat die dan de opdracht krijgt om dat punt dat hier toch leeft in de gemeente, om dat dan naar voren te brengen in de algemene vergaderingen. Maar ik denk dat we dat zeker kunnen opnemen en onze vertegenwoordiger die vraag ook laten stellen, maar om daar een beslissing over uit te lokken op dat ogenblik, denk ik dat andere gemeenten gaan zeggen. Maar minstens kunnen we die vraag stellen, om een keer aandringen erop. En ik zal zelf ook aanwezig zijn op die algemene vergadering. En vragen om daar toch een keer een officieel punt van te maken op de eerstvolgende algemene vergadering. Wat dat wel kan voorbereid worden, wat dat wel in april of in mei naar alle gemeenteraden kan gaan. Om daar toch standpunt over in te nemen. En misschien moeten we het engagement nemen, maar dat is natuurlijk terug iets wat we op ons nemen als gemeente dan. Dat we daar ook ergens een beetje voorbereiding over doen. Naar dat punt voor juni dan. Hè. Ja, laat de Zinsdagraad van Bestuur, ik wil een keer luisteren hoe dat we dat kunnen doen of dat we dat kunnen agenderen voor de algemene vergadering. Natuurlijk, jij gaat dat niet kunnen overstemmen. Trouwens, als er een stemming is, ik weet niet hoeveel stemmen dan er gaan voor zijn. Ze, want ik ben echt benieuwd. Het zou een keer moe zijn om daar een keer... Ik denk dat het triestig zou zijn. En zeker bijvoorbeeld gelijk daar de kant Nazareth, Deense, de Pint, die zitten daar dus niet te wachten om samen te werken. Nee, het is eerder van hieruit dat het zou komen. Maar ik zal dinsdag vragen op de Raad van Bestuur hoe dat we het kunnen agenderen of hoe dat kan aangehaald worden. Ja. Ja. Moet ik meegaan, Martin? Dat gebeurt trouwens wel. Er zijn 2 poldergemeenten die gemeenschappelijk park hebben over de gemeente heen. Hè. Die berekening is er en dat was gigantisch, hè, de besparing die dat opgebracht. Ja. Ja, misschien bij de goedkeuring van het financiën, dat er een amendement indient, dat zegt, daardoor kunnen we nog ik weet niet hoeveel besporen. Er zijn mogelijkheden genoeg. Oké, puntje afsluiten. We kunnen naar het volgende puntje gaan. 11, huurgebouwen, Labonuiting, voor Philippe Huismans. Philippe. Ja. Dank u, voorzitter. Dank u. Collega's, u ziet dat de bouw aan GBS Evergem goed vordert, maar tot hiertoe vinden de bouwwerken plaats buiten de klaslokalen. De tweede fase, eind februari, begin maart, zal plaatsvinden op de site zelf. Er zullen klassen moeten verhuizen. Het zal een hele organisatie worden en er is vastgesteld dat, dat het eigenlijk goed zou zijn om extra ruimte bij te huren. En wij zijn in overleg gegaan met de eigenaar rechtover de school in Rijbroekstraat van het vroegere Labo Nuiting. En wij zijn tot een overeenkomst gekomen dat wij die gebouwen 6 maanden kunnen huren. Om daar, ik denk een 8-tal, 9-tal misschien klaslokalen in onder te brengen om kleuters naar daar te verhuizen gedurende de verdere periode van de gedurende die periode
dat er op die site waar de lokalen weggaan gebouwd zal worden. Wij huren dat voor 6 maanden en wij gaan er met onze eigen mensen de nodige veiligheidsaanpassingen in doen. Ik denk dat het verslag er ook bij zit wat er allemaal moet gebeuren. Dat is allemaal grondig bekeken en wordt nog verder bekeken. En zodanig dat het allemaal in orde is uiteraard om daar de kinderen te kunnen huisvesten. Dus wij vragen u om enerzijds de huurovereenkomst van 6 maanden goed te keuren en om eventueel ons als college en ons dan als college een delegatie te geven mocht er een eventuele verlenging nog nodig zijn afhankelijk van de evolutie van de bouw. Zijn daar vragen over? Anneleen was antwoord. Anneleen. Jan die opgestoken? Ja. Had het de grondtaart van een nee gezegd? Oké. Alleen toch? Martien, dat is een nee. Ja, ik heb juist een vraag. Bij de verantwoording staat daar, er zouden eveneens huursubsidies kunnen aangevraagd worden. Mag ik een keer vragen? Waar kunnen er huursubsidies aangevraagd worden? Wil dat dan zeggen dat we... Is dat bij Agion ook dat dat kan gebeuren? Komen ze er ook intussen als je iets moet huren? Momentje, het brengt een luisterende kruid, Harry. Ja. Ja, oké, Fernand. Goed. Martien, inderdaad, soms zijn er oproepen ieder jaar vanuit Agion voor huursubsidies te doen, waarbij dat we beroep kunnen doen. We hebben dat al gevraagd, de vraag gesteld. Op dit moment is dat niet aan de orde, maar we zijn dat toch wel aan het vragen om te kijken. Misschien in januari 2023 zou dat zijn. En als we daar mogelijkheid mee hebben, zou het wel gunstig zijn voor het bestuur om dat toch wel op in te tekenen. Adi. Ja, dank u wel. Ik zie hier in de huurovereenkomst dat verwezen wordt naar een bijlage, maar ik zie de bijlage zelf niet zitten in de documenten in Cobra. Kan dat toegevoegd worden? Het gaat dan over voorwerp van de overeenkomst. De verhuurder verhuurt het aan de huurder een deel. Zie bijlage 1 voor detail. Wat zeg je? Waar staat dat alstublieft? In de huurovereenkomst, eerste puntje, voorwerp van de overeenkomst. De verhuurder verhuurt aan de huurder een deel, zie bijlage 1 voor detail, maar die bijlage 1 zie ik niet zitten. Ja, maar... Hallo. Is dat de bijlage? Dat is een micro, ja. Oei. Dus het is geen beschrijving van de effectieve ruimtes, nee. Van zo groot en dit en dat, zoveel van die ruimtes. En, dus dat staat er niet bij. Het is enkel maar dat plannetje, dat sumeerplan. Ja, de plaatsbeschrijving, daar is opdracht voor gegeven. Dus de complete plaatsbeschrijving is gevraagd aan een landweter uit de buurt die alles gaat zeer gedetailleerd voor ons samen met de verhuurder alles beschrijven met foto's en ja, alles erop en eraan. En gaat dat beschikbaar zijn voor donderdag, volgende week donderdag? Ik vrees van niet. We zouden dan iets goedkeuren waarvan we nog niet weten hoe dat het er eigenlijk... qua plaatsbeschrijving is. Maar, enkel op dat sumier kadastraal plannen, wel dat er een aantal gebouwen zijn. Wij wilden natuurlijk zeker zijn dat we dat die 6 maanden konden huren. Ondertussen zijn wij inderdaad in gesprek gegaan, iemand aangeduid, om dat te beschrijven. De beschrijving is volop bezig, maar dat is uitgebreid en ik vrees niet dat ze gaan klaar zijn. Maar een beschrijving is ook altijd wat het is. Ik bedoel, dat is objectief. Dus... Maar die beschrijving wij zijn kan aangeven wat voor gebouwen dat zijn en wat voor staat dat het is en of de prijs die gevraagd wordt, of dat een beetje realistisch is. Dus dat is eigenlijk wel iets wat dat best voor donderdag, als we daar zouden over beslissen, toch hebben. Om er te kunnen over oordelen, is we dat gaan een de vraag stellen, maar... prijs of niet, oh, of is dat een prijs die erover is, bijvoorbeeld. Ja, Jan. Ik wil daar toch een keer op inpikken. Een plaatsbeschrijving doe je toch maar op het moment dat je het al gehuurd hebt en dat je beslist van die datum ga ik erin. En tegen de datum dat je het effectief huurt, wordt de plaatsbeschrijving gemaakt. Dus, allez, is toch normaal? Ja, die? Ja. Als je vraagt aan de mensen om een beslissing te nemen op basis van informatie en die informatie is niet volledig, dan kun je ook moeilijk een beslissing nemen. Zo simpel is het. Allee, ja. Je zou toch moeten op zijn minst weten over welke lokalen gaat dat, hoeveel lokalen zijn dat, hoe groot zijn die lokalen, enzovoort, enzovoort. Allee, dat lijkt me toch de logica zelf. Allee, het feit dat ik daar een punt van maak, vind ik een beetje een annozel. Allee,
Je zou toch over die informatie moeten beschikken om te kunnen oordelen of dat inderdaad een correcte prijs is voor de huur. Ja, Flip. Ja, allee. Inderdaad, nu, wij hebben die locatie gezien. Wij zijn daar meermaals gaan kijken. Wij hebben gezien wat er is. En ja, inderdaad, de plaatsbeschrijving die zal achteraf gebeuren, maar ik denk niet dat ze tegen donderdag zal klaar zijn. Geen andere opmerking, collega's? Ja, Sven? Ja, voor in die pand te kunnen gaan, moeten daar nog via wandjes en dergelijke gebouwd worden? Of is dat gewoon instap klaar van de eerste keer? Sven, er zit een verslag bij van onze diensten. En daar ziet je wat er eigenlijk allemaal nodig is. Maar het is vooral een aantal praktische zaken, maar vooral naar brandveiligheid toe. Er moet ook internet voorzien worden in de lokalen. Dus het zijn heel veel lokalen en niet alle lokalen kunnen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Maar zij die gebruikt worden, daar moeten we de nodige accommodatie voorzien. Dat de borden er kunnen geïnstalleerd worden, dat er internet is, dat de lichten er goed zijn. En vooral dat alles qua brandveiligheid er in orde is. Het zit een verslagje bij wat er eigenlijk ongeveer allemaal moet gebeuren. Oké, collega's. Kunnen we naar het volgende puntje gaan. Samenwerkingsovereenkomst interstedelijk patrimonium. Interfamiliaal geweld. En dat is voor Juri. Dat is een ander punt, Fernanda. Eerst... ja, collega's. Het is een initiatief van de federale regering van Binnenlandse Zaken... om steden en hun omliggende gemeenten te doen samenwerken op vlak van samenwerken tegen intrafamiliaal geweld. Wij hebben al principieel ons akkoord verklaard als bestuur eerder dit jaar. Dat gaat over een bedrag van 100.000 euro dat federaal ter beschikking staat aan het samenwerkingsverband voor een periode van een tweetal jaar. Uiteindelijk hebben rond de stad Gent 14 andere gemeenten zich akkoord verklaard om daaromtrent samen te werken. Dat gaat zowel iemand zijn van politie als de sociale dienst die aan die kennisuitwisseling gaat gaan deelnemen. En er zijn dus 4 of 5 actiepunten. En er wordt gevraagd om in elk van die deelnemende gemeenten om dit goed te keuren. Vragen daarover, collega's? Geen vragen. Kunnen we naar het volgende puntje gaan. Toelage project mondiale samenwerking. Dat is voor Kathleen de Poort, maar die is hier niet. Wie neemt dat over? Collega's. Burgemeester dan. Dat is het jaarlijkse punt waar dat we vanuit de gemeente Ivergem na advies van onze gemeentelijke raad voor internationale samenwerking middelen ter beschikking stellen voor projecten in het buitenland waar... er een link is met de gemeente Ivergem of met inwoners, oud-inwoners van de gemeente Ivergem. En die 14 projecten die zijn beoordeeld door de GRIES. Er is advies gegeven en die worden hier betoelaagd voor een totaalbedrag van 27.800 euro. En er wordt dan goedkeuring gevraagd op de gemeenteraad aanstaande donderdag. Paul. Ja, sorry. Maar... Nee, dat is goed, dat is goed. Excuseer, sorry. Ja, ik had gewoon de vraag van, zijn alle projecten weerhouden? Heeft u daar zicht op? Wat verslag van de ICT... Moet, oh, stop. Jan, leg niet wat. Ik zat er terug tussen, sorry. Ik heb zo de indruk dat dat veel dezelfde projecten zijn. Komen daar soms nieuwkomers bij? Dat is eigenlijk mijn vraag. Is dat voldoende bekend bij de mensen van Ivergem? Dat er zoiets bestaat? Want allez, ik heb nu niet vergeleken nog met vorig jaar, maar dat lijken toch allemaal heel bekende namen. Uitgezonderd Moldavië, denk ik. Ja.
twee vragen aan Paul. Er waren 14 aanvragen. Ik denk dat ze alle 14 zijn goedgekeurd. 13 zonder opmerkingen en eentje met opmerkingen. Het is inderdaad zo, Jan, dat er een groot aantal dossiers bijna jaarlijks terugkomen en iedere keer verlengd worden. En dat er heel af en toe een keer een nieuw dossier is. En ik heb mij een paar jaar geleden van ABVV een nieuw dossier. En nu inderdaad, ik denk dat Moldavië nieuw is of dat het tweede jaar is. Ja, dat klopt. Dank, de voorzitter. Ik zal nu een keer goedenavond spreken uit naam van de Gries. Effectiever is er één nieuwtje bij dit jaar. En zij sukkelen ook met hun bekendheid. Zij zijn zoekende van hoe kunnen wij nog meer promotie maken? Hoe kunnen we nog meer mensen ons laten kennen? En ze zijn daar enorm naar op zoek naar, ja. Maar er is iets op tel. Wait and see. Nog vragen erover, collega's? Ja, Paul. En het nieuwe project, is dat van Honduras? Of weet u dat niet van buiten? Voorzitter. Volstaat dat, Paul? Oké. Dan is de commissie van de gemeenteraad gesloten. Dan kunnen we een rondvraag doen. Van rechts naar links of van links naar rechts. Tududut. Was nog een puntje, hè? Ja. Verslag algemene vergadering van 30 september. Ja, ik Jori. Dat is eigenlijk een formeel puntje dat ook één of twee keer per jaar terugkomt. De ervaringen met audio zijn op zich voor onze gemeente vrij positief. Het is nog maar van dinsdagavond geleden dat we hier drie, wat ik zou zeggen, interessante voor de interne organisatie, maar ergens zware kost om het door te nemen, algemeen directeur zelfs niet tegenspreekt. Maar we hadden toch wel belangrijke lessen worden getrokken voor een aantal van onze interne diensten op basis van die audits. Dus nu was het over voorraadbeheer, over ICT en over burgerzaken. Er zitten wel een aantal zaken waarmee we dan mee aan de slag kan. Maar dat zijn niet de meest eenvoudige vergaderingen, collega's, om de tekst op voorhand goed door te nemen. Maar audio levert voor onze gemeente eigenlijk wel goed werk. Als u geen verkeerde kopstaak staat. Vraag een collega daarover. Oh. Van de rondvraag dan. Ja, dat zien, geef maar gazen. Ik heb een vraag voor Lucas. Het gaat over... het is niet moeilijk, hè. Het gaat over de Holstraat. Dus op het einde van... Je ziet wel waar je komt, hè. Op het einde van de Holstraat. Ik zeg het einde, omdat het juist in de kant is. Maar het kan ook begin van de Holstraat zijn. Hebben ze daar nieuwe appartementen gezet. En daarvoor was er een parkeerverbod, zo ongeveer vanaf een klein beetje voorbij Bavo. Was er een parkeerverbod, omdat het zeer smal is. En als je dat moet afdraaien en voor te kruisen en die auto's van de andere kant. Nu met die werken hebben ze dat parkeerverbod, dat bord, weggedaan. Dat was een zeer lastige situatie met die camionetten en al, die tot aan de drempel zogezegd parkeerden. Maar nu zijn die werken gedaan en dat bord is niet terug. En ik zie nu dat gewone personenwagens nu ook parkeren eigenlijk tot juist aan de drempel. En mijn enige vraag was, het is echt moeilijk om daar te kruisen. Of dat parkeerverbod, ik weet dat het een gewestweg is, wat dat parkeerverbod nog gaat terugkomen voor dat stukje, nu dan die appartementen af zijn. Ik ga dat navragen, Vicky. Ik ga je cc zetten naar een antwoord van de dienstlijst. Christine. Dank u wel. Het is bij mij ook een kort vraagje. Het gaat over IVM. We hebben al een aantal zaken over IVM gezegd daarnet. Maar het gaat over een inwoner van Evergem die een container heeft gekocht net voor dat het IVM was, ik zal het zo zeggen. De container is bijna identiek als de containers die gekocht worden voor 20 euro van 120 liter van die van IVM.
Voor de rest is die in regel, die persoon is die in regel met de stickers. En telkens als die aanbiedt, groenafval aanbiedt, dan is er, heeft hij een sticker enzovoort. En de mensen van IVM namen dat altijd mee. Tot op een bepaald moment dat ze dat niet meer meenamen. Was dat nu doordat iemand anders was of gelijk wat. Ja, die persoon is eigenlijk heel, ja, heel verbolgen eigenlijk wel. Dat niet kan. Zegt, ja, ik moet nu toch die container die eigenlijk volledig past, ook bij het inkippen van de vrachtwagen, moet je die container eigenlijk weggooien en dan moet ik in de plaats een nieuwe gaan kopen van 20 euro. Op ecologisch is dat ook al niet zo juist, vindt hij. Dus mijn vraag is, wat kan er dan gedaan worden? Want die mens is eigenlijk al naar Evergem, naar de gemeente geweest. Daar is hij heel goed aangesproken geweest en vriendelijk aangesproken door iemand en die hem geholpen heeft. Hij zegt van, kijk, ik ga je een sticker geven en alles is oké. En het was ook oké, totdat de volgende keer dat blijkbaar niet meer oké was en dat IVM zelf dan, de ophalers, in plaats van de geest van de wet, bij manier van spreken, de letter van de wet toegepast hebben. En zegt van, kijk, ja, volgende keer gaan we het niet meer ophalen. Dus kan er daar iets aan gedaan worden? Of kan hij zijn container wisselen met een van IVM? Ik heb daar twee foto's van. Het is nu te zot om dat door te sturen. Maar die containers die zijn echt bijna identiek gelijk. Dus ik weet niet of dat er daar een vlugge oplossing kan voorkomen. Ja, Josse Zaatke. Ja, het is een particuliere vraag. Ik ben er zelf nog niet van op de hoogte. Ik ga het opnemen met de diensten als er al contact is geweest. Of er daar iets kan aan gedaan worden, ja dan nee. Ik ga er nu geen uitspraak over doen, maar we nemen het verder op en we houden elkaar op de hoogte. Hallo, staat ik hier aan? Martin? Hij raakt er dan geen antwoorden. En de gemeente, de mensen van de gemeente hebben eigenlijk... Ja, maar nu ligt dat af. Hallo. Geluid hem af en geluid hem aan. Nee, maar goed. Nee, je hebt hem er zo'n stuk afgelaten. Nu... Voilà. Goed van u. Allee, het is een heel simpel vraagje. En ik vind het wel wat jammer dat dan... ik weet het, schepen, je kunt daar inderdaad nu ad hoc niets aan doen. Maar ja, zo van, ja, ik ga het bekijken. En ja, ondertussen is die persoon niet geholpen. Hè. Is er niets gemakkelijks en, ja, dat om goed, dat op te lossen? Martin, dat is aan jou. Nee. Maar als ik het goed begrijp, is een inwoner naar de diensten hier gekomen. Hè? Is hier naar het gemeente gekomen. En hebben ze van hieruit dat doorgegeven aan IVM. En als dat niet gebeurd is, dan moet dat gebeuren. Ik denk dat dat simpel is. En als dat wel gebeurd is, ja, dan moet er daarachter gevraagd worden. Ik weet niet wat dat antwoord is, maar het moet wel doorgegeven worden aan IVM. Hè. Het zijn trouwens niet de ophalers van IVM. Hè. IVM haalt niet op. Hè. Het zijn externe firma's, dus dan moet IVM dat aan de externe firma's ook nog een keer doorgeven. Het zijn niet, wat gezegd, de ophalers van IVM, dat is niet zo. Hè. Het zijn allemaal externe firma's. Dus zo moet dat doorgegeven worden. Dus ja... Het moet sowieso aan IVM gemeld worden, denk ik. Eigenlijk mijn vraag, en ik heb eigenlijk toch geen antwoord gehad. Ja, Paul. Een klein vraagje. Ik denk dat we het verplicht zijn als openbaar bestuur om ook digitale betaalmiddelen overal ter beschikking te hebben. En ik vroeg me af of we die kleine investering ook zouden kunnen doen zodanig dat het op wielkes vlotter kan werken. Zodanig dat de mensen daar ter plaatse... Ik weet, er is meestal een bakje, maar soms is er geen bakje. En er moet altijd over en weer gereden worden. Ik denk dat die tijd van de ambtenaar die dan mee rondkrost duurder is dan een nieuw bakje. Het is maar een tip. Nou, Josse... Ja, ik wist dat er een bakje was, maar of dat nu altijd aanwezig is of niet, dat moet ik ook navragen. Ik zal het opnemen met de diensten en dan later nog een antwoordje bezorgen. Geen vraag meer in de rondvraag? Oké, dan kunnen we de commissie van de gemeenteraad afsluiten. Naar de Raad Maatschappelijk Welzijn gaan.
Dat is de eerste puntje, toetreding tot Polstok. Ik denk dat dat uitvoerig genoeg besproken geweest is. Burgemeester. Ja, misschien alleen opmerken dat het om een apart rechtspersoon gaat. Dus dat er ook nog een keer een klein bedrag, 200 euro, aandelen verworven worden door Oussiawi dan. Vragen erover, collega's? No questions. Nummertje 2, nieuwe overeenkomstvergoeding, beheer, betaalterminals en ondersteunende activiteit. Beslissing door Leen. Leen? Ja, Fluvius is afgekomen met een nieuwe overeenkomst voor onze betaalterminals voor de prepaid kaarten. Waarin dan we andere budgetten krijgen, dat er een herberekening is. En dat er ook geëist wordt dat er per terminal eigenlijk OCMW-personeel aan nodig is om dan te verwachten dat de mensen toegeleid worden tot de terminal. En als er vragen zijn, ze ook kunnen geholpen worden. Nu zien we wel dat 85% van onze cliënten al gewoon online betalen en slechts nog 15% effectief naar de terminals komen. Dus ik denk dat dat geen probleem gaat zijn. Ik weet niet als hier vragen over zijn. Geen vragen. Kunnen we naar het volgende puntje gaan. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van een tijdelijke werkervaringbeslissing. Ook voor Leen. Ja, we hebben een lijst met samenwerkingsovereenkomsten in verband met tijdelijke werkervaring. En hier voor een artikel 60... is er eigenlijk een nieuwe samenwerking tussen de kringwerkende cirkel. Dat is eigenlijk de kringloopwinkel van Zaalzaten, waar we iemand van ons cliënteel te werk zouden stellen, waardoor dan die organisatie ook op onze lijst komt. Geen opmerkingen? Geen vragen? Puntje 4. Minimale levering aardgas en elektriciteit, uitsluitend nachttarief. De beslissing daarover. Ook voor Leen. Ja, er is sinds 2013 is er al een reglement, maar dat wordt nu aangepast omdat er niet alleen minimale levering is van aardgas, maar ook minimale levering sinds de energiecrisis van elektriciteit voor mensen die verwarmen met elektriciteit, uitsluitend op het nachttarief. Er zijn twee doelgroepen die aan financieel onderzoek worden verwacht. Dat zijn mensen die sowieso al aan sociaal tarief voldoen. En mensen die een financiële reserve hebben van 6.200 euro. Dat is conform de wetgeving op leefloon. En dan de vraag van Paul, die in de vorige OCMW-raad is gekomen, van die 70 en die 90%. Er is een 90% terugbetaling van de netwerkbeheerder. En 10% van de kosten komt eigenlijk te lasten van de steunverlening van ons als OCMW, maar die wij op ons gaan blijven nemen en niet gaan doorrekenen naar de cliënt. Ja, Paul. Dus dat zal automatisch gebeuren, die 90%. De mensen moeten daar geen extra stappen voor zetten. Nee, dat gaat automatisch gebeuren. Oké, okay. Ja. Dank u. Ik weet niet als er anders nog vragen zijn. Geen vragen meer daarover, collega's? Dan kunnen we naar puntje 5 gaan. Verlenging, erkenning, arbeidsmatige activiteitsbeslissing. Ook voor Leen. Dat is van het AMA-traject. Dat is eigenlijk gewoon een verlenging van het contract voor een termijn van 5 jaar. Dat is eigenlijk voor mensen die niet op de reguliere werkmarkt kunnen komen, voor die mensen te werk te stellen onder begeleiding, waarvoor dat wij eigenlijk onze sociale assistenten als begeleiders kunnen laten herkennen. Ik weet niet of er hier vragen over zijn. Ook geen vragen. Dan kunnen we naar het volgende en laatste puntje gaan. Partnerschapsovereenkomst met VZW onderling. Voedselbedeling vanuit het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen. Ook een beslissing daarover. Leen. Ja, het is zo dan de beide onderlinge hulpen van onze gemeente van nationaal voedsel krijgen, van de voedselbank, maar dat er ook een Europese fonds is voor voedselbedeling, waar dan ze één keer in de maand kunnen langsgaan
En dat, dat dit contract eigenlijk gewoon verlengd wordt, dat ze daar kunnen beroep blijven op doen. Geen vragen. Er is toch alleen nog een rondvraag voor het raadsmaatschappelijk welzijn, Jan? Een vraagje rond Oekraïense vluchtelingen. De oorlog is daar spijtig genoeg nog lang niet gedaan, vrees ik. Maar is er een evolutie van de gekende vluchtelingen natuurlijk in Everhem? Blijft dat stabiel? Vermindert dat? Of omgekeerd, raken die mensen aan werk? Mogen die werken? Een beetje... Ja, sowieso, de mensen mogen werken al van in het begin. Zij krijgen die erkenning. En we zien ook wel dat de Oekraïense vluchtelingen die niet erkend zijn in de gemeente, die eigenlijk recht hadden op hun leefloon, dan er meer en meer hun leefloon wegvallen omdat ze aan hun eigen inkomen komen. Dus ze zien dat die mensen ook heel gemotiveerd zijn voor taalkursussen te volgen, voor opleidingen te volgen en voor aan het werk te gaan. Dus wat eigenlijk zeer positief is. En wat we ook zien, is dat er niet meer vluchtelingen komen. Niet meer. Nee, het blijft heel stabiel. Integendeel, we zien zelfs dat er ook redelijk wat mensen al teruggekeerd zijn. Naar plekken waar het veilig is. Of waar dat er familie veiliger is. Waar ze zich goed voelen, omdat ze familie missen heel dikwijls. Of ook gewoon teruggaan naar familie die in Duitsland of in Polen en andere landen zitten. Die toch terug proberen te herenigen. Maar we zien zeker geen toestroom niet meer tot nu toe hier in Everhem. Volgens het laatste overleg dat we gehad hebben, want het is wel een maandje geleden, waren er hier 87 erkende Oekraïense vluchtelingen op het Everhems grondgebied. Nog vragen, collega's? Geen vragen, dan kunnen we de commissie sluiten. Oké. Goedenavond, iedereen. Wat waren er weer? Dan was er gezorgd dat hij die vreemden opnam.